Dames en heren, welkom allemaal bij deze Zoeterbeekavond die in het teken staat van betere mensen. Wij hebben Trudy de Huwe uitgenodigd om een lezing te geven over haar boek Betere Mensen, Gezondheid als Keuze en Koopwaar. Zij is eerder een boek wat hier eigenlijk de aanleiding voor is geweest, of wat hier aan vooraf ging, en waar ze in 2008 eigenlijk mee doorbrak voor het grotere publiek, is de depressie-epidemie over de plicht het lot in eigen handen te nemen. Het deed veel stof opwaaien en nu is hier dan Betere Mensen. Daar gaan we het over hebben. Centraal in dit boek staat het idee dat, het gaat over het problematische van mensen die niet optimaal functioneren en het idee dat daar dan wel iets mee mis moet zijn. Want wie nog niet ziek is, is een soort symptoomloze prepatiënt die er goed aan doet aan de verbetering van zijn gezondheid te werken. Daar gaat ze op in, dus de schaduwkanten van onze fixatie op gezondheid en op normaliteit. Dat dit een zeer actueel probleem is, bleek ook weer, en dat er iets op het spel staat, bleek uit de Brandpunt-reportage van 19 oktober, waarin zij ook aan het woord kwam. Pillen via de achterdeur heette het. En het onderwerp was ADHD bij volwassenen, dat ook een grote rol speelt in haar boek. En in deze reportage wordt laten zien dat de band tussen wetenschap, bedrijven en de overheid ook te nauw kan worden. En dat er dan problemen kunnen ontstaan. Dat we moeten waken voor de grens tussen wetenschap en reclame. En ze stipt dan ook het probleem aan van de door onze minister Edith Schippers omarmde drie-eenheid. De gouden driehoek tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid. En ze zegt dan wel, je zou dan denken dat bepaalde wetenschappers misschien heel erg fout zijn en dat ze de kas willen spekken, dat ze daarom met farmaceutische bedrijven samenspelen. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Het gaat om een manier van denken die misschien meer eigen is aan het bedrijfsleven dan aan de wetenschap. En waar dan problemen voor de wetenschap gaan ontstaan. Nou, over dat ingewikkelde proces gaan we het vanavond hebben. Eerst dus een lezing van Trudy de Huwe over haar boek over betere mensen. Daarna gaat zij hierover in gesprek met filosoof Marley Huijer. Marley Huijer was eerder dit jaar te gast om te vertellen over haar boek Discipline overleven in overvloed. Waarin zij het belang van zelfdisciplinering benadrukt. En dat zal nog wel een interessant gesprek opleveren over de leefstijlpolitiek, waar Trudy de Huwe niet onverdeeld positief tegenover staat. En hoe verhoudt dat zich tot zelfdisciplinering? Maar laat ik geen voorschot nemen op het gesprek. Dat later dus na de lezing plaatsvindt en dat geleid wordt door Jeroen Linssen, die universitair docent praktische filosofie is aan deze universiteit. Maar dus eerst graag uw aandacht en alvast een warm applaus voor Trudy de Huwe. Dank u wel. Erg leuk om hier terug te mogen zijn om het nieuwe boek aan u voor te leggen. En ook heel fijn dat we er straks een gesprek over gaan hebben. We gaan zien hoe het allemaal gaat uitpakken. Lisa Doeland heeft me al goed geïntroduceerd. Ik wil er even bij zeggen dat mijn vakgebied is dat van hoogleraar wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis. Als ik het mensen moet uitleggen, maak ik wel eens een grapje, ben je eigenlijk een flauw grapje, maar vooruit. Psychologen en psychiaters bestuderen mensen, maar ik bestudeer psychologen en psychiaters. Dus het is het vanuit een metaniveau gedacht. Ik had ook andere vakgebieden kunnen onderzoeken, maar ik werk bij psychologie, dus mijn opdracht is dat soort wetenschappen te bestuderen. En een van de voorbeelden die ik gebruik daarbij, in een deel van mijn boek, dat is het voorbeeld van ADHD en vooral ADHD bij volwassenen. Hier ziet u de volumeontwikkeling geestelijke volksgezondheid in het vorige decennium. En wat u daar goed aan kunt zien, is die bovenste blauwe lijn, dat is de ambulante geestelijke gezondheidszorg die ongelooflijk is gegroeid in die tijd. En hier ziet u de instroom in de Wajong van de 18 tot 30-jarigen in ongeveer dezelfde periode. En daar de bovenste groene lijn
geeft aan dat de grootste instroom komt van de ontwikkelingsstoornissen. En dat is ADHD, autisme en persoonlijkheidsstoornissen. Dus dat, in die sfeer is er een enorme toename geweest. En ja, er zijn mensen die zich daar zorgen over maken. Want die instroom in de Wajong betekent dat er tegen jongvolwassenen wordt gezegd. Jij bent eigenlijk gewoon niet geschikt om te werken en nooit geschikt om te werken. Gelijktijdig begon het gebruik van ADHD-medicatie erg te stijgen. De Stichting Farmaceutische Kengetallen publiceert daarover met heftige koppen steeds. Spectaculaire toename ADHD-middelen, explosieve groei ADHD-middelen zet door. Nog geen rem op ADHD. Gebruik ADHD niet in te tomen, was het niet zo lang geleden. Dat ging over 2011, was in 2012. Toen waren er 200.000 mensen die ADHD-middelen slikten, waarvan tegen de 80.000 volwassenen. We denken vaak dat alleen kinderen de middelen slikken, maar volwassenen zijn de grootste groeiers. En over 2012 230.000 personen. Terwijl in 2002 was al geconstateerd dat het om 40.000 mensen ging. En toen is er gezegd in een rapport, dit heeft epidemische vormen aangenomen en de top van de groei is nu wel bereikt. Nou, doe nooit voorspellingen, want je ziet dat het nog heel veel meer kan worden. Je ziet in diezelfde periode in het vorige decennium, zag je van dit soort artikelen, bijvoorbeeld in het Farmaceutisch Weekblad. Daarin kwam heel rustig een moeder en een kind kwamen aan bod, werden geïnterviewd. De moeder vertelde dat ze een tv-programma over ADHD had gezien, met haar kind naar de dokter was gegaan. Het kind kreeg toen de diagnose. Dan zegt ze, later bleek die ook ODD te hebben, dat is dwangstoornis en een sociaal-emotionele stoornis. En de moeder ontdekte zelf ook ADHD te hebben. Zei dat haar tweede zoon het waarschijnlijk heeft. En haar overleden vader had het eveneens. Dus, en dat kon gewoon zo in het Farmaceutisch Weekblad worden gepubliceerd. En het was ook openbaar beschikbaar, dit artikel. Er was een hoofdcollecte, 2009, georganiseerd door de Hersenstichting. Over ADHD bij volwassenen was het thema. En die zei dat 5% van de volwassenen ADHD heeft. En dat is omgerekend 630.000 mensen, terwijl nu slechts 80.000 worden behandeld. Nou, dat waren van die stoornissen bewustwordingscampagnes, werden er in het vorige decennium ook georganiseerd. Maar nu begint de stemming om te slaan. Dat komt ook door rapporten zoals deze van die International Narcotics Control Board van de United Nations. Die kwam met een rapport in 2012 waarin staat dat alleen het middel methylfenidaat, Ritalin dus één van de middelen, de wereldwijde consumptie daarvan in 1992 was 4,2 ton, in 2011 51 ton. En Nederland en België horen tot de 7 Europese landen met de hoogste consumptie. Ik zie hier intussen dat mijn velletjes niet goed liggen, dus daar ga ik even wat aan doen. En deze Narcotics Control Board dringt ook echt bij regeringen erop aan, je moet daar wat aan doen. Want we hebben ooit een enorme golf van misbruik gehad van dit spul, jaren 60, 70. Daarom is die Narcotics Control Board ook in het leven geroepen. En ja, die trekt nu aan de bel. Het zou kunnen dat de minister ook daardoor getriggerd is toen zij besloot om naar diverse beroepsgroepen een brief te sturen over de stijgende gebruik van ADHD-medicatie. De brief, ik weet niet of u dat kunt lezen, er staat onder, die titel helemaal eronder staat, brief rond het terugbrengen van ADHD-medicatie. Dus het is niet een neutrale brief, het is duidelijk, je moet hem gaan terugbrengen. En ze schreef dit aan de Vereniging van Kindergeneeskundigen, aan de Vereniging van Huisartsen, Vereniging voor Psychiatrie en nog een medische beroepsgroep. Dus ze gaf echt opdracht terugdringen. En zij gebruikt daarbij het woord medicalisering. Zij keert zich tegen medicalisering en zegt daarbij, dokters moeten die diagnose eens wat zorgvuldiger gaan stellen
En ook de diagnose autisme, ook andere diagnoses. En ze moeten mensen aansporen tot meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Nou, ik ga betogen, en ik betoog ook in dat boek Betere Mensen, dat ik wel met de minister kan meevoelen. Ja, dit is toch wel opvallend en misschien moeten we er wat aan doen, maar ik wil het vooral verklaren. Voor mij is verklaren meer interessant dan zeggen wat we moeten doen. En ik denk dat de minister een verkeerde verklaring heeft. Als je zegt, die dokters moeten mensen meer aansporen tot zelfredzaamheid dan eigen verantwoordelijkheid, dan verklaar je dit fenomeen uit gebrek aan zelfredzaamheid en gebrek aan eigen verantwoordelijkheid. En ik zeg, dat is een verkeerde verklaring, dan heb je het fenomeen niet begrepen. Zij zegt eigenlijk, wij moeten ze gaan beseffen dat de verzorgingsstaat, dat we dat niet langer vol kunnen houden, die hadden we nog in het vorige decennium. Maar daar moeten we eens van los. We moeten met z'n allen niet zo graag ziek, zwak en misselijk willen zijn. Mijn hoofdstelling dus, medicalisering is het woord niet. Die term verwijst niet alleen naar een proces wat we onwenselijk vinden. Hè? Steeds meer mensen worden ziek verklaard. Maar ook naar medici en hun patiënten als de oorzaak ervan. En dus ook als de primaire oplossing ervoor. Ik denk dat dat niet goed nagedacht is. En dat wil ik u gaan. Dat staat dus in dit boek. En een belangrijke term in dit boek die ik wil introduceren om het punt duidelijk te maken, is het woord reificeren. Het reificeren van diagnosen. Reificeren betekent letterlijk er een ding van maken. Verdingelijken kun je het ook noemen, maar dat vind ik zo'n raar woord. Klinkt zo Duits, vind ik een raar woord. Dus ik gebruik reificeren, tot ding maken. Nou, wat bedoelen we daarmee? Eerst definieer je iets als een stoornis en vervolgens zeg je dat de oorzaak. Eerst zeg je eigenschap I definieer ik als een stoornis en vervolgens zeg je die stoornis is de oorzaak van eigenschap I. Even een voorbeeld, stel we noemen korte lichaamslengte voortaan KL-stoornis en vervolgens zeggen we tegen korte mensen jij bent zo kort doordat jij KL hebt. Ja, dan zou ik. En dit is eigenlijk helemaal niet. U lacht erom, maar eigenlijk is het heel serieus. Want hier heb je het bedrijf Lilly. En die kan zijn groeihormoon, dat eerst voor mensen met echt duidelijk dwerggroei was. Op een gegeven moment kregen ze een licentie ook voor idiopathic short stature, betekent kortheid, onverklaarbare kortheid. En toen doopte zij die stoornis, dat ISS, om in growth hormone deficiency. Zij verkopen een groeihormoon en noemen tekort lichaam dan growth hormone deficiency. Dat is een heel duidelijk voorbeeld van reificeren. Nou, we hebben het vooral over de stoornissen in de DSM, de psychiatrische stoornissen. Dat zijn klassificaties en eigenlijk weten we dat ook wel. Als je wil behandelen en als je onderzoek wil doen, moet je klassificeren. Het kan niet anders. We kunnen niet zonder klassificaties. Maar we vergeten dat het klassificaties zijn. En sommigen lijken het moedwillig te vergeten dat het klassificaties zijn. En stellen die stoornissen steeds voor als oorzaak. Wij benoemen eigenschap A tot stoornis X. En dus is stoornis X de oorzaak van eigenschap A. En vaak volgt daar dan impliciet ook aan, wordt daar aan toegevoegd. En dus mag niemand anders er meer wat over zeggen dan wij. Wij zeggen dat eigenschap A een stoornis is. En dus zijn alle anderen die er nog wat over willen zeggen, zijn leken. Wat maakt dat reviseren nou uit? Reificeren, betoog ik, is de borgpen van het proces waarin steeds meer mensen een psychiatrische diagnose krijgen. Nou, ik heb maar een plaatje van een borgpen erbij gedaan voor wie niet weet wat een borgpen is. Trek je een borgpen ergens uit, dan valt het in onderdelen uit elkaar. En dus ik trek aan die borgpen. Ik wil die onderdelen onderzoeken van dit mechanisme. Wat maakt dat reviseren uit? Nou, ten eerste, het verbergt dat het om een specifieke inkadering van eigenschappen gaat. Dat zie je ook aan geschiedenissen. Dan wordt er gezegd, ADHD heeft altijd al bestaan, want er waren altijd al lastige kinderen. Hé, wacht eens even.
Hè, dan maak je van die ADHD, voordat lastigheid en drukheid werd gedefinieerd, ingekaderd als stoornis, maak je er al van dat die stoornis zijn kwalijke effecten al uitoefende. Het gaat dus om een specifieke inkadering van eigenschappen. En dat zie je niet alleen in historische beschouwingen, je ziet het ook gewoon in de krant. Op een gegeven moment heeft de psychiatrie besloten dat hyperactiviteit niet alleen ADHD heet, maar ook concentratiegebrek. En dan zie je hier, zegt een psychiater in de krant, ADHD veroorzaakt bij meisjes alleen een concentratiestoornis. Nee, wij hebben de definitie zodanig uitgebreid dat die ook op rustige meisjes slaat. Dat is opener, dat is eerlijker. Dan kunnen we er met z'n allen beter over nadenken. Hier is net alsof die ADHD een ding is wat in de natuur bestaat en dat zijn kwalijke effecten kan hebben. En de juf die merkt die meisjes dus onvoldoende op. Nou, dit artikel was, de psychiater sprak eigenlijk namens het bedrijf Janssen Silag. De bedrijven reviseren heel veel. Maar niet alleen de bedrijven, je ziet het ook in alle, in heel veel wetenschappelijke artikelen. Maar je kunt snappen dat het voor bedrijven iets is wat hun wel uitkomt. Hier een ander voorbeeld. ADHD treft evenveel 60-plussers als jongeren. Dit ging over een onderzoek wat zelfs zei dat 90-plussers nog ADHD kunnen hebben. En ik denk dan ja, 90-plussers kunnen nog last hebben van hun eigenschappen. Maar als je zegt ze hebben ADHD, dan zeg je, en de beste oplossing om daarmee om te gaan is een medische oplossing. En als je zegt ADHD doet dat, dan is er eigenlijk geen discussiemogelijkheid meer. Want dan is het niet een definitie, dan is het een ding wat het doet. Shire zat. Dit is het bedrijf Shire, probeert Europa binnen te komen met een heel duur nieuw ADHD-medicijn en zet vast onderzoeksgeld uit aan de universiteiten die daar met graagte aan meewerken. Want ja, het ministerie heeft het ook zo gemaakt dat universitaire mensen met geld van de bedrijven moeten werken. Wat maakt reviseren uit? Het verbergt dat het om een inkadering van eigenschappen gaat en het legitimeert de gedachte van de verborgen stoornis die ook behandeld moet worden. En voor een verborgen stoornis hoef je niet eens aan de definitie van de DSM te voldoen. Hier is een voorbeeld, ook weer uit het Farmaceutisch Weekblad. Ontmaskering ADHD lukt steeds beter. Dus hij moet ontmaskerd worden en dat woord is ook fascinerend in dit artikel. Want vooral het ADHD-subtype bij brave meisjes beter herkent. En zijn ook dit soort jongeren zijn daarbij afgebeeld. En nu zijn die meisjes niet alleen meer dromerig, die zijn eigenlijk ook stiekem. Dat zit heel duidelijk in dat artikel. Ze koppelen ADHD aan criminaliteit. En dan denk ik weer, ja, ik kan me goed voorstellen dat een hyperactief iemand een kort lontje heeft. Of een heel stil iemand, dat een stiekem iemand kan zijn. Maar als je daar automatisch iemand van met ADHD van maakt, dan zeg je eigenlijk dat de beste oplossing van wetsovertredingen en criminaliteit de ADHD-behandeling is. Dat zeg je dan. Hè? Het is ook een bepaalde vorm van framing. En hier heb je hem helemaal echt heel erg reviserend. We moeten de drempel voor ADHD bij volwassenen wel verlagen, want anders missen we een hoop patiënten. Ja, ik ben blij dat u gaat lachen. Ik kom ook bij zalen die dat ze echt. Mensen zeggen, nou, dat begrijp ik niet, reviseren. Maar misschien word ik bedrevener in mijn voorbeelden. Wat is mijn. Oh, hier, dit is nog een heel interessant voorbeeld. Brainscan promises to identify the hidden sufferers of autism. Ik heb zelf in de kinderpsychiatrie gewerkt en als we een kindje binnenkregen met dat de diagnose autisme had, dat zag je binnen 10 minuten. Maar dit zegt, autism could in the future be diagnosed in 15 minutes from a brain scan, saving patients and their families years of suffering from a condition that can go unrecognized for decades. Wacht eventjes, maar dan heb je de definitie van autisme veranderd. En ik kan me wel in zekere zin voorstellen, want ja, je kan denken, verborgen depressie bestaat toch ook. Maar je kan ook redeneren, nou, zolang mensen het nog kunnen verbergen achter een lach, dan is het ook geen echte depressie. Dus het is een kwestie van definitie. Dat is op zich niet erg, dat is namelijk onvermijdelijk.
Maar we moeten niet net doen alsof die hersenen zelf kunnen bepalen wanneer ze autistisch zijn. Dat is echt, dat is een vorm van reviseren. En je, dit soort artikelen heeft ook grote gevolgen. Want je leest het ook al in Nederland. Vrouwen camoufleren hun autisme achter hun sociale vaardigheden. Ja, dan ben je echt met de definitie aan het werk. Maar nog eventjes weer terug naar wat maakt dat reviseren uit. Mijn voornaamste punt om over na te denken is dat het ook decontextualiseert en depolitiseert. Reviseren is het plaatsen van de oorzaak van problemen in degene die de problemen heeft of maakt. Het zit in jou, het zit erin, het doet wat, het heeft jou aangevallen. Jij bent ook degene die aangepakt moet worden. En om dat decontextualiseren te illustreren, gebruik ik een actie van het bedrijf Pfizer. Die is wel heel erg overduidelijk. Die is gevoerd in de zwarte buitenwijken van Baltimore en Washington. En dan moet je, het is een depressiecampagne. En dan moet je bedenken dat mensen daar ongeveer zo wonen en leven. Wat doet die campagne? Die beeldt niet dit soort mensen af, die duidelijk er miserabel aan toe zijn vanwege sociale ongelijkheid. Maar beeldt die prachtige mevrouw af met haar kopje koffie. En de campagne begon met een introduction. How to pronounce this condition. Depression, fonetisch. En dan is er wel even iets over sociale ongelijkheid. Want African Americans zijn vaker depressief en hebben minder toegang tot pillen. En dan zie je het reviseren. Depression is an illness that affects a person's mental state or mood. De depressie als de oorzaak. It has been shown that a chemical imbalance in the brain may cause depression. This chemical imbalance may run in families. Nou, hier is het helemaal duidelijk de gereviseerde stoornis. Mensen zijn niet somber door wat ze meemaken. Mensen zijn depressief en die oorzaak zit in hun genetisch bijvoorbeeld. Hier is een ander voorbeeld. Alle sociale ongelijkheid maakt mensen ongelukkig. Ik denk dat je dat wel kunt zeggen. Als je er niet toe doet, of het nu is door rassendiscriminatie of doordat je oud bent, daar wordt de mens ongelukkig van. Deze oude mevrouw zegt, I just feel alone. En het antwoord is een antidepressivum. De advertentie verbaast mij dat ze hem gekozen hebben. Want ja, voor iedereen is het zo duidelijk dat die mevrouw, als ze zich eenzaam voelt, dat ook op een andere manier op te lossen zou zijn. Of dat we een samenleving hebben waarin dat niet meer op een andere manier op te lossen is. Die onion, zegt dat iemand wat, die onion? Ah ja, zie ik. Nou, wie niet, ga er naartoe, www.theonion.com. Het is een krant met parodieën en spoofs. En hij is ook op internet. En hij is erg geestig en die heeft op een hele mooie manier die onion, dat probleem van dat reviseren aangekaart. Ook wel op een harde manier. Het is altijd leuk humoristisch, maar hard humoristisch. En dat doen ze, wat ik ga laten zien, is een bedacht onderzoek door de Stanford Loser Research Group aan Stanford University. Study, depression hits losers hardest. En hier zie je dubbel reviseren. De depressie slaat toe, dat is een ding. En wie verloren heeft, is een loser. Dus dat wordt ook een eigenschap in plaats van iets wat je overkomt. Nou, ik zal het plaatje even groter maken. Why are losers depressed? 60% have no life. 12% everybody hates them. 28% can't do anything right. And 44% are total fucking losers. Goed, VWS. Dan heb je het plaatje weer. Keert zich tegen medicalisering, zegt, ja, dat zijn die dokters, die stellen diagnose niet zorgvuldig genoeg en ze moeten mensen meer aansporen tot zelfredzaamheid. En ik zei dus al in het begin, dat is het juiste woord niet. Het kwam ook dat ik dacht, hè, medicalisering, maar dat woord stamt uit de, dit is een rechtse minister, en dat woord stamt uit de antipsychiatrische beweging. Dat is een tijd, komt uit het oude linkse actiewezen, uit de tijd van One Flew Over the Cuckoo's Nest. Hoe kan een minister dat nou gebruiken? Laten we eens over dat woord gaan nadenken. Ooit was dat geïntroduceerd
voor het idee dat de patiënt een samenzwering ziet tussen de dokter en de overheid. En die medicalisering is onderdrukking. Dat betekent het woord ooit. Maar er is iets in die driehoek veranderd. Kijk, nou is het de overheid die de aanklager is, niet de patiënt. En die ziet een samenzwering tussen de dokter en de patiënt. En die ziet medicalisering als vertroeteling. Nou, mijn these is, we hebben het nu over de periode sinds de jaren 90 en in de 21ste eeuw. Het ging bij die toename van diagnose niet om de vroegere onderdrukking. Het is geen kwestie van onderdrukking nu. Maar het is ook geen vertroeteling. Wat het is, denk ik, een vriendelijke maar dringende aansporingen tot zelfredzaamheid. Precies die zelfredzaamheid waarvan de minister zegt dat die bevorderd moet worden. Dus wat ze doet, is mijn these, ze wil de duivel uitdrijven met Beelzebub. Nog meer zelfredzaamheid. En trouwens ook, ze heeft het niet over die farmaceutische bedrijven. Ze vindt het een goed idee dat de wetenschap met de bedrijven samenwerkt, heeft ze in de Eerste Kamer gezegd. De gouden driehoek die Lisa Doeland al noemde. Maar wat de bedrijven doen en wat ook veel wetenschappers doen en wat echt de hele samenleving doet, is al heel lang mensen aansporen tot zelfredzaamheid. We hadden die verzorgingsstaat van vroeger in het vorige decennium ook niet. We hadden al het idee dat mensen hun eigen broek moeten ophouden en dat de overheid zich terugtrekt. Jullie zagen net die zwarte mevrouw, die vriendelijke, glimlachende dokter. En dat laat ook zien dat is zeker geen Nurse Ratched. Maar ze vertroetelt ook niet. Ze zegt, de campagne heet ook Be Powerful. En een informed patient, dat vergat ik straks te laten zien of erop te wijzen. Een informed patient is een empowered patient. Weet over je eigen biologie, dan kun je je lot in eigen hand nemen. Nou, je ziet dat in Nederland net zo. Dit is een voorlichtingsfolder over ADHD bij volwassenen. Zie dat de middelste drie een beetje, een tikkeltje agressief kijken. Het is een folder van PsyQ en Janssen Silag. Er zijn klachten over geweest bij de reclamecodecommissie, maar dat is een zelfreguleringsorgaan van de farmaceutische industrie, dus die klacht leidde tot niks. Maar waar het mij om gaat, is dat die glimlachende deskundigen er ook weer in zitten. Vriendelijk, aardig, niet onderdrukkend. Maar de boodschap is wel heel duidelijk. Jij moet je laten behandelen voor je ADHD, want anders ben jij een probleem in de samenleving. Dat is jouw plicht om dat te doen. In mijn vakgebied, in het wetenschapsonderzoek van de neurowetenschappen, gebruiken we een andere term dan medicalisering. We gebruiken gezondheidspolitiek of biopolitiek. En we zeggen dat gezondheidspolitiek en biopolitiek typisch is van neoliberale, meritocratische samenlevingen. Samenlevingen die ervan uitgaan dat succes een keuze is en dan dus per implicatie mislukking ooit ook. En die samenlevingen werken steeds meer met het idee dat een mens een plicht heeft om zich te informeren over zijn biologie. En dan dus ook zichzelf gaat reguleren. Er wordt wel mensen met diagnose ADHD of die hun kinderen die diagnose hebben laten krijgen. Wordt wel verweten van ja, lekker makkelijk, het is biologisch, kan je er niks aan doen. Maar redeneert dit soort literatuur, dat is helemaal niet zo, want je wordt juist verantwoordelijk gemaakt voor je biologie. Je bent verantwoordelijk geworden voor de biologie die je meegekregen hebt. En die moet je in de hand houden. Gezondheidspolitiek gaat er dus vanuit, succes en ook gezondheid zijn een keuze. Maar wat dan te doen als je niet zo succesvol bent of niet zo gezond, vooral niet zo succesvol? Ja, dan hebben mensen uitwegen nodig. Je kan de criminaliteit ingaan of je kan op de elite gaan mopperen of op de buitenlanders die de banen inpikken. En dan is het veel bescheidener om te zeggen, ja, maar het komt ook doordat ik een stoornis heb. Dat zit mij dwars. Dat verwijst ook naar hulp. En in zo'n samenleving zijn mensen blij met een diagnose. En dat is begrijpelijk ook. Terwijl ik eraan toevoeg, het is ook nog bescheiden eigenlijk. Je zoekt de fout toch bij jezelf. Je kunt ook zeggen dat de gezondheidspolitiek of biopolitiek een civiliserende technologie is. Hij vertelt mensen, werk eens aan jezelf. Ga eens nadenken over wat er met jou allemaal fout is en wees daar eens verantwoordelijk voor.
Maar ja, we kregen wel dat enorme extra beroep op de gezondheidszorg. Dat is dan ook wel te begrijpen. Hè? Als mensen zo verantwoordelijk worden gemaakt, ook zoveel voorlichting krijgen over hun stoornissen, dan gaat dat, dan moet je daar niet verbaasd over zijn. Dat is nog een deel in mijn vorige boek. In dit nieuwe boek dacht ik, het is opvallend, in het vorige decennium hield VWS nog depressiebewustwordingscampagnes en andere stoornissenbewustwordingscampagnes. In dit decennium zeggen ze, hou eens op met die stoornissen. In dit decennium is het ineens demedicalisering. Ik zeg, dit is geen demedicalisering. Of ik zou dat woord niet willen gebruiken, want ik vind het een verwarrend woord. Het beschrijft het proces niet goed. Ik zeg, het is gezondheidspolitiek 2.0. We zijn een volgende stap ingegaan in de gezondheidspolitiek. En die kun je ook leefstijlpolitiek noemen. Terwijl het in het vorige decennium was, zorg eens dat je aan je ziekte of aan je stoornis werkt, is het in het nieuwe decennium, zorg eens dat je geen ziekte of stoornis krijgt. Dus heel erg is preventiegericht, maar dan preventie op het individuele vlak. Niet preventie door de leefomgeving te veranderen, maar door het individu nog harder aan zichzelf te laten werken. Nou, je zag het al aankomen in het vorige decennium. De nota, de preventienota van VWS heette kiezen voor gezond leven. Met speerpunten, depressie, obesitas, alcoholisme en diabetes. Die hoef je niet te krijgen als je gezond leeft. En er zijn altijd hardlopende mevrouwen. Hier zit ook een enkel meneer. Maar die mevrouw bij alles, overal, daar heb je er weer. Ze rent zich rot. Ja, kijk hier, deze. Dit is echt hedendaag. Dit is leefstijlpolitiek. Gezondheidspolitiek 2.0. Nog steeds naar de wetenschap luisteren. 11 pagina's met de nieuwste wetenschappelijke inzichten om lichaam en geest op te peppen. In dat rondje staat, even kijken hoor. Hoe fitter u bent, hoe gelukkiger u wordt. Dus als u niet gelukkig bent, hebt u niet hard genoeg gelopen. En ik vond het heel fascinerend. Ja, daar heb je de rennende vrouw weer. En het gewoon 2 keer in mei en in de 2e mei was ze blijkbaar op de terugweg. Want Elsevier heeft elk jaar in mei hebben ze zo'n cover. En deze wending die zie je ook terug in wetenschap. Gaat eigenlijk gelijk op met ontwikkelingen in wetenschap. We hebben het idee van de neuroplasticiteit gekregen. Vrij recent. En dat zegt dat het brein niet gegeven is, maar dat het plastisch is. Dat het kan veranderen. Nou, dan kan je denken, dan wordt omgeving dus weer, dat wat je overkomt kan weer belangrijk worden. Maar we hebben het vooral opgepakt als dat het brein verandert onder invloed van dat wat we doen. Change your brain, change your life. We zijn ons brein, maar we hebben het ook in eigen hand. De kwaliteit van je hersenen, die heb je zelf in de hand. Dat is een Nederlands boek van René Kaan, De 10 geboden van het brein. En hier zie je dus, het is net alsof de psychiater via de hersenen kan, of de hersenen via de psychiater praten en dan ook leefregels geven. Je hoeft niet ziek te worden. Dit is heel duidelijk leefstijlpolitiek. We hebben het ook met epigenetica. Onze ervaringen die kunnen invloed hebben op ons DNA. DNA is geen blauwdruk, zegt epigenetica, maar is in constante interactie met de omgeving. En dat gebeurt via de proteïnen die in de lichaamscellen zitten. Die kunnen genen als het ware aan en uitschakelen. Nou, dus ook hier, dat wat je doet en wat ons overkomt, beïnvloedt de werkzaamheid. Het is van grote invloed. Toen ik daar voor het eerst over hoorde, toen ging het over pesticiden, kerosine en plastics die ons proteïne kunnen beïnvloeden. En ik had er net even bij moeten zeggen, het idee is ook dat dat erfelijk is. Dat dat overdraagbaar is naar het nageslacht. Hier dit artikel ging over ratjes. Dan denk je, dan moeten we milieumaatregelen gaan treffen. En er zijn ook wel wetenschappers die op die manier over epigenetica schrijven. Teunis Piersma van de Flexible Phenotype, die heeft onlangs de Spinoza-prijs gekregen. Dat vond ik ontzettend leuk, want hij laat zo heel duidelijk zien dat onze biologie ook van groot deel een reflectie van onze omgeving is. We staan niet los van onze omgeving, we zijn in constante interactie. Dat andere boek, Processes of Life, is ook een prachtig boek, vind ik.
Maar hoe hebben wij die epigenetica opgepakt? Nou ja, weer op zijn Amerikaans. Why your DNA isn't your destiny. Ik zat in Toscane op een terrasje toen ik een van de eerste ervaringen met epigenetica zat. Een eindje verderop twee prachtige Amerikaanse veertigers. En de ene zei tegen de andere, hoe gaat het met je? En het antwoord was, nou heel goed, want ik volg een dieet wat mijn genen beter tot expressie brengt. Nou, dus zelfs dat lot heb je in eigen hand. Je kunt die biologie sturen. En die erfelijkheid van die veranderingen in die proteïnen, dat speelt ook een belangrijke rol. Want dan krijg je de new science of epigenetics reveals how the choices you make can change your genes and those of your kids. Dus hier begint de verantwoordelijkheid voor generaties na je ook erg groot te worden. Hier is ook een plaatje van wat epigenetica duidelijk maakt. De vrouw staat in een ordinaire houding, ze heeft een sigaret in de mond en de derde generatie worden de reproductive cells daardoor beïnvloed. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Dan vind ik ook dat je niet moet roken. Ik vind roken vies, eerlijk gezegd. En ik vind dat je zwanger bent, je al helemaal niet moet roken. Maar je doet altijd wel iets fout. En we verhogen tegelijkertijd de snelheid op de autowegen naar 130 kilometer, waardoor je een heleboel uitstoot krijgt. En daar kan zo'n vrouw zich helemaal niet tegen verweren. Dus die verantwoordelijkheid voor die preventie wordt steeds groter en ligt bij het individu. Zelfs voordat je zwanger wordt, kan dat wat je eet al nadelen hebben voor generaties kinderen, krijgen we nu te horen. En de bedrijven doen mee, want GlaxoSmithKline die verkoopt nu proteïne voor je gezondheid en uiteraard weer met die rennende jonge vrouw. Het is altijd dezelfde vrouw, ze hebben er één model voor, met een blond paardenstaartje. En dat noem ik de paradox van de leefstijlpolitiek, want je wordt daar bloednerveus van. En dat mag ook weer niet, want dat is ook zo slecht voor je nageslacht. En we mochten toch niet gestrest zijn en niet depressief zijn, moeten vrolijk zijn. En het is niet verbazingwekkend dat dit soort boeken beginnen te verschijnen, zoals een verpletterend gevoel van verantwoordelijkheid en hypermama. Als we veel falen en verdriet als een stoornis inkaderen, dan betekent dit dat falen en verdriet niet mogen bestaan. Dus het is helemaal niet gebrek aan weerbaarheid. Ik keer de verklaring van de minister om. Ik zeg juist dat het een overdosis aan een plicht tot weerbaarheid en eigen verantwoordelijkheid is. Nou, die Onion heeft hier, het is weer prachtig, ze hebben een nieuwsitem bedacht. Ze doen ook altijd journaal na. En hier is een nieuwsitem dat zegt, er is iets heel ergs eng gebeurd. Op het train platform in San Francisco is een huilende vrouw aangetroffen. Doodeng, doodgriezelig. En het is echt een fantastisch clipje, maar toen net bleek dat het geluid het niet deed. Dus ik wijs u er alleen maar op. Oh ja, hij gaat wel aan. U kunt hem vinden ook op YouTube met Woman Crying on Train Platform. Hij is echt zeer de moeite waard. Even kijken. Nou, waar gaan wij naartoe? Je moet natuurlijk gaan denken, ja, je kun je kritiek op deze samenleving hebben, maar wat zou je dan wel willen? En daar zeg ik nog maar vier zinnen over. In mijn laatste hoofdstuk kom ik terug op John Stuart Mill's beroemde boek over vrijheid, waarvan Rechts Nederland zegt dat hun handboek is, hun boekje waarmee ze zwaaien. Maar wat zei Mill nou eigenlijk? Mill zei, liberalisme is verschillen tussen mensen waarderen en uiteenlopende talenten koesteren. Want anders gaat de vooruitgang veel te veel één kant op. Dus we hebben die variatie ook nodig. En als we iedereen voortdurend vertellen waarin die afwijkt en dat hij daar wat aan moet doen, dan doe je die variatie teniet. Maar Mill zegt ook dat mensen een geweten bijgebracht moet worden. Dus hij bedoelt niet, je mag afwijken en doe maar zo gek als je kunt. Ook als je anderen daarmee hindert. Dus niet zoals in de tijd van de antipsychiatrische beweging of in de tijd van de kroningsrellen van Beatrix. Het verwijt, jij bent zo kort door je KL-stoornis, kan net zo goed beantwoord worden met, dan ben jij zeker zo lang door jouw LL-stoornis. Dan wordt het normaal om afwijkend te zijn, maar zoals ik net al zei, niet terug naar de moraal van One Flew of van de jaren 70 en de krakersrellen. Maar daar gaan we dadelijk verder over praten met Marlie Huijer. En
die krijgt nu het woord. Dank je wel. Dames en heren, aangekondigd stond dat Marlie Huijer nu een kort referaat zou houden, maar dat is er niet van gekomen vanwege, mag ik zeggen, persoonlijke omstandigheden, even zo. Maar ik wilde jou wel eerst het woord geven in de zin dat je reageert op wat je zojuist van Trudy de Huy gehoord hebt. Zou jij een eerste reactie kunnen geven, een eerste punt kunnen aanstippen waar we het wellicht over kunnen hebben? En dan gaan we zo langzaam verder en nemen we waarschijnlijk zo'n beetje door wat je ons verteld hebt. Misschien ook nog wat andere dingen uit je boek, als dat mag. Maar een eerste reactie alsjeblieft, Marlie. Ja, nou, ik heb eerlijk gezegd heel veel punten, dus ik weet toch niet of ik het heel kort zal houden, meteen het eerste antwoord. Om te beginnen, het boek van Trudy de Huy is echt een degelijk wetenschappelijk werk. Ik had eigenlijk verwacht dat het een populair geschreven boek zou zijn, maar het is een degelijk wetenschappelijk werk, maar dan wel zo geschreven dat het voor iedereen leesbaar is. En dat vind ik ongelooflijk knap. En daarmee doet het boek wat het zegt te willen doen. It practices what it preaches. Want de Huy, is het erg als ik Trudy zeg? Nee. Want Trudy die pleit in het boek ervoor dat de wetenschapper een oprechte bemiddelaar is. Dat klopt, hè? Zo heet het woord, een oprechte bemiddelaar. En dat is iemand die bemiddelt tussen alle partijen die betrokken zijn, in dit geval bij mensen die hyperactief zijn. En wat Trudy doet, is dat ze in dat boek alle partijen heel expliciet aan het woord laat. Dus zowel de overheid, de industrie, de patiënten. En ze ontrafelt ook heel goed van wat is nou waar en wat is niet waar. Zeg maar het thema wat wij voortdurend in de kranten zien, van welke feiten zijn nou waar en welke zijn niet waar. En dat vind ik ongelooflijk knap, want het geeft je zo goed inzicht van wat er nou eigenlijk speelt rondom ADHD. Maar tegelijkertijd ga ik me dan als toekomstige patiënt of als toekomstige ADHD'er ook een beetje ongemakkelijk voelen. Want ik heb natuurlijk niet de tijd en de deskundigheid die Trudy heeft om, als ik een diagnose krijg of als ik verleid word door prachtige advertenties, om mij daartegen te kunnen weren. Wie beschermt mij tegen al die marketing? Daar heb ik het antwoord niet op. En ik had eerlijk gezegd ook verwacht dat Trudy aan het einde van het boek daar veel duidelijker suggesties voor zou hebben van hoe kunnen wij beschermd worden? Wat moeten wij dan eigenlijk van de overheid verwachten? Wat moeten wij van wetenschappers verwachten? Zouden wetenschappers niet een coalitie met patiënten aan moeten gaan waarbij ze zich tegen de industrie afzetten? En ook zeg maar het antwoord waarmee zij aan het einde komt met Mill, en dat heeft ze nu niet verteld, maar ook met Foucault's idee van zelfzorg, blijf ik heel veel vragen bij hebben. Nou, die komen straks in de discussie wel aan de orde. Maar los daarvan wil ik nog iets over die medicalisering zeggen. Trudy zegt, minister Schippers gebruikt het woord medicalisering om aan te geven dat overheid en medici een coalitie hebben tegenover de patiënt. Dan moet ik zeggen dat ik het woord medicalisering, zeg ik het verkeerd, nee. Trudy? Nee, vroeger, het waren tijdens de antipsychiatrische beweging was de beschuldiging dat de overheid en de dokters een coalitie vormen tegen de patiënt. En precies. Nu verwijt de minister een coalitie van dokters en patiënten samen. Ja. Nou studeerde ik in de jaren 70 geneeskunde, voordat ik filosofie studeerde. En ik werd doodgegooid met het woord medicalisering. Met name van met literatuur van Ivan Illich en Emile Zola. En ik leerde dat medicalisering niet alleen maar een coalitie tussen overheid en arts was, maar dat het een uitbreiding was van het medische domein naar allerlei niet-medische domeinen. Dus bijvoorbeeld onvruchtbaarheid werd opeens een medisch probleem. En daarom moet ik zeggen, als die medicalisering ook nu nog zo opvat, dat ik minister Schippers gelijk geef
De medische opvattingen zijn doorgedrongen in allerlei domeinen die we misschien niet medisch moeten noemen. En zou het ook de diagnose ondersteunen dat misschien gewoon verdriet inmiddels gemedicaliseerd is? Ik ben het wel helemaal met Trudy eens dat de oplossing die Schippers aanreikt, namelijk dat we de patiënten zelfredzaamheid moeten geven, dat dat inderdaad niet de oplossing kan zijn. Ik zou eerder zeggen, nee, we moeten net als in de jaren 70 heel kritisch zijn over die medische stand en kijken of je of als patiënten of als journalisten of wetenschappers in gesprek voortdurend kan gaan met de geneeskunde van waar liggen nou de grenzen van wat nog medisch is en wat niet medisch is. Mag ik nog één onderwerp? Of zeg je? Liever dadelijk, want dit is vrij veel. Ja, en ik denk toch dat het goed is als we dat even afwerken. Als je het goed vindt. ik denk dat het eerste punt, wie beschermt ons eigenlijk? Hè? Jij schetst laten we het even zeggen, wie beschermt ons tegen die marketing? Tegen die reclame die we voortdurend tegenkomen in allerlei bladen, zoals dat ook. Hoe zie jij dat, Rudy? Is het niet zo dat er een juist wat Marley zegt, dat er een overheid zou moeten zijn die ons daarvoor zou moeten beschermen? Die minstens kritisch en in degelijke berichtgeving en informatie tegen ons zou zeggen, geloof niet alles wat ze daar zeggen. Of is dat een te veel gevraagd? Nou, eerst, ik vind het wel intrigerend, want eerst even het antwoord van Schippers hierop. En overigens ook van de farmaceutische bedrijven zelf die hierop gewezen zijn. Het antwoord is, nou, wordt eens een beetje weerbaar tegen reclame. Je weet toch dat het reclame is? En je gaat toch ook niet voor elke snoepreclame van Jamin ren je toch ook niet naar de winkel om zakken drop te kopen? Of Jamin bestaat niet meer, maar goed. En als je weet dat het reclame is, nou, dan ben je ook zelf verantwoordelijk. Dat is weer het antwoord van de minister. Ik denk, nou, dat zou nog kunnen als we inderdaad wisten dat het reclame is. Maar we weten vaak niet dat het reclame is. Artikel in Psychologie Magazine, in NRC Handelsblad, in... nou, wat vertelde een student mij pas. Hij had van een hoogleraar les gekregen van Emotional Brain, die dat middel tegen female sexual dysfunction maakt. En zijn docent was de dochter van die hoogleraar. En hij moest daar tentamenvragen over beantwoorden. Dus dat zit al helemaal in de universiteiten. Nou, en daar ga ik in het boek wel degelijk op in. Dat moet uit elkaar. Dat kan echt niet. Verborgen reclames, als wij dan toch zelfredzaam moeten zijn, dan moeten we daar ook de mogelijkheid toe hebben. Dus ik hou, ja, je zei, ik bied geen oplossing. Ik denk toch wel, want ik hou een fel pleidooi, ook bijvoorbeeld tegen het topsectorenbeleid in de wetenschap, die wetenschappers dwingt om met bedrijven te werken. En daar kom ik steeds op terug dat ik dat slecht beleid vind. Je andere punt over die medicalisering, ja, dat is een hele interessante. Ik ben het ermee eens dat je kunt het proces van medicalisering zien, maar dat bestaat nog, dat proces van medicalisering. Maar dat woord verwijst zo gemakkelijk naar een bepaalde groep mensen die het zouden doen, die de schuldigen zijn, en die het dus ook zouden kunnen oplossen. En daarom zeg ik, gezondheidspolitiek is een handiger woord. Dan snappen we dat het een heel breed gedragen proces is waarin mensen verantwoordelijk gemaakt worden voor hun biologie, voor hun succes en hun gezondheid. Mag ik daar toch nog iets bij vragen? Kijk, ik zie een overheid die zich druk maakt om een onvoorstelbare oploop van de kosten voor de zorg. Ja. En die maakt zich daar echt serieus druk. Terecht. En dat vinden we allemaal terecht, want dat loopt ook wel een beetje uit de hand. Maar wat ik vervolgens niet zie, is een overheid die daar ook daadwerkelijk iets aan doet. Klopt dat beeld? Is dat ook wat jij bedoelt? Dus een overheid die weliswaar zich heel druk maakt om het feit dat die kosten de pan uitreizen. Een overheid die in feite ook ervoor pleit van, minstens 10 jaar geleden, of wat je ons liet zien, doe maar iets minder diagnosticeren, bij wijze van spreken. Hè? Ja. Iets minder stoornissen uitdelen, als ik het maar even zo mag zeggen. Maar tegelijkertijd een overheid die het volledig overlaat aan wetenschap en bedrijfsleven. Ja, die zichzelf eigenlijk uit die gouden driehoek terugtrekt. Ja, de overheid trekt zich altijd. Overheden zijn ook een beetje gedwongen om zich terug te trekken. Dat zie je ontwikkelingen overal ter wereld. Het publiek vertrouwt de overheid niet meer. Dus de overheid
ja, die heeft niet meer de status van vroeger. Dus die zegt ook, nou ja, wij trekken ons terug, los het zelf maar op. En deze minister bedoelt dat ook echt, los het zelf op. Nou, wat ze dan op zijn minst niet zou moeten doen, vind ik, dat ben het met jou of met u. Zeg maar jou. Ja, eens dat er iets paradoxaals zit als je tegelijkertijd een overheid hebt die wetenschappers dwingt om met de bedrijven te werken. En die zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft de minister geantwoord. Toen zei je Kamerleden van ja, maar je wil minder medicalisering, maar moet je dan niet eens naar die acties van die bedrijven kijken? Ja. En toen heeft ze letterlijk geantwoord, nee, dat hoeft niet, want alles is transparant. Ten eerste is allemaal transparant. En ten tweede weten de bedrijven zelf het meeste van hun producten. Ja, dus... Ja. Nee, nog even, wat ik interessant vond, was het verschil wat je zegt met 10 jaar geleden. Hè? Ja. Dus je zegt, 10 jaar geleden was er een soort tendens dat de overheid stimuleerde dat mensen die op een of andere manier niet goed mee konden komen, dat daar gemakkelijk van werd gezegd van nou, dat zou best eens met een depressie, nou ben ik ook aan het reviseren, maar ik doe het even, met depressie te maken kunnen hebben. Ga eens naar de dokter, doe eens een zelftest. Die zelftest wijst je al snel naar de dokter. Je gaat naar de dokter en wellicht is er medicatie en je kunt weer mee, hè, ja, in de vaart der volkeren. Nu, als ik jou goed begrijp, zegt die overheid dit niet meer. Ja. Hè, die overheid zegt nu iets anders. Wat zegt die overheid nu, volgens jou? Die overheid zegt nu, ga eens niet naar de dokter. Ga niet naar de dokter. Maar hoe verklaar je dan jouw grafiek waarbij die diagnostiek nog steeds gigantisch blijft toenemen? Nou ja, ik liet grafieken uit het vorige decennium zien. Excuse? Maar ik voorspel dat die grafiek rustig blijft die doorlopen. Gaat nog door. Want omdat daar, dat is die paradox van die leefstijlpolitiek. Als je mensen zo gigantisch verantwoordelijk maakt voor hun eigen succes en faal en hun gezondheid en ongezondheid, blijven die mensen om zorg vragen. Natuurlijk blijven ze dan om hulp vragen. Wat moeten ze anders? Dus daar zit, ja, dat heet letterlijk in het boek. Dat is de paradox van het beleid. Dus die zelfredzaamheid, die zet ons burgers aan om zelf op internet maar eens te gaan zoeken en te zien van, hé, dat zou misschien wel eens kunnen zijn waar ik last van heb. Ja. En dan ga je proberen daar een dokter bij te vinden die dan nog wel bereid is het te geven. Ik zeg, zo schrijf je dat soms ook in je boek. Ja. Dus die overheid, die vindt het eigenlijk vervelend, want het kost steeds meer geld. Maar ze laat dat proces gewoon zijn werk doen omwille van een, en nou ga ik misschien al wat verder naar waar we het pas straks over moeten hebben dadelijk, maar omwille van een soort neoliberale ideologie, elk individu is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Ja, en af en toe zeg ik dan ook, het is die overheid zelf die medicaliseert. Je kan wel tegen die dokters zeggen, jullie zijn aan het medicaliseren, maar zolang je deze paradoxale politiek in stand houdt, zijn de dokters net zo goed slachtoffer van medicalisering. Wat kunnen ze? Die patiënten die hebben op internet gelezen van dit moet doen. De patiënten voelen zich wanhopig. En een dokter is iemand die wil helpen. We hebben het niet alleen over dokters, we hebben het ook over psychologen enzovoorts, psychiater, verpleegkundigen. Dat zijn mensen die hebben een opleiding gehad, die willen echt anderen helpen. Ja, dus eigenlijk dit boek is vooral, de boodschap is vooral gericht aan de overheid en de universiteiten. Aan de overheid en de universiteiten. Ja. Mag ik dat laatste punt even erbij pakken? Dus je hebt het ook steeds over het feit dat wetenschappers bijna gedwongen door het huidige wetenschapsbeleid, topsectorenbeleid noem je in dit verband, gedwongen zijn om hun onderzoek minstens deels te laten financieren door het bedrijfsleven. Dus wetenschappers voelen sterk de drang om de markt op te gaan, de markt op te zoeken als partner in onderzoek en dat hun onderzoek voor een deel gefinancierd wordt. Wat is eigenlijk je bezwaar tegen dat samengaan van wetenschap en commercie? Waar zit dat precies? Waar gaat een wetenschapper de grens over die eigenlijk niet over zou moeten gaan? Er wordt vaak gezegd dat ze hun eigen portemonnee zitten te pekken, die wetenschappers. En ik denk dat dat een hele verkeerde verklaring is. Wat ze wel doen is hun eigen outputpunten spekken. Dus ze moeten zoveel mogelijk publiceren. Maar wat zei ik weer? Wanneer gaat een wetenschapper wat jou betreft te ver? Wanneer gaat een psychiater te ver? Mag een psychiater bijvoorbeeld met een witte jas aan, als ik het zo mag zeggen, in zo'n reclamecampagne optreden? Nee, dat vind ik dat hij dat niet moet doen. Ik vind dat je inderdaad, je blijft als wetenschapper ook je verantwoordelijkheden hebben. Maar het punt is wel dat als je de hele tijd je onderzoeksgeld van
uit het bedrijfsleven moet halen, dan krijg je ook vanzelf zo'n manier van denken. Dan ga je ook, als mensen problemen hebben, denken aan de technologische oplossingen die de bedrijven leveren. En niet aan oplossingen waar geen geld mee gemoeid is. Maar het ligt ook volgens mij veel subtieler en ingewikkelder. Kijk, zodra je met een bedrijf samenwerkt, dan is dat voor een deel ook je sociale netwerk. Ja. Wij zijn zelfs vanuit de filosofie worden wij gedwongen om aan het topsectorenbeleid mee te doen. Ik heb zelf bijvoorbeeld een aanvraag geschreven op het gebied van ICT en media. En dan werken we samen met een softwarebedrijf. En ik zie gewoon dat ik meteen, als ik een keuze moet maken, ik zal niet zeggen met welk bedrijf, tussen die software of die van een ander, dat ik meteen denk, oh, maar die waar ik mee samenwerk, die vind ik beter. En hoe komt dat? Omdat ik via dat bedrijf zie ik gewoon de nieuwste snufjes, daar word ik mee in aanraking, daar kom ik mee in aanraking. En dan denk ik, ja, dat is inderdaad ontzettend goed. En onbewust ga je op een of andere manier ook die pet van je samenwerkingspartner aannemen. Maar als ik het dan toch even omdraai. Ik stel mij een wetenschapper voor die jarenlang bezig is met ADHD. Die op een gegeven moment ontdekt dat ADHD blijkbaar ook bij volwassenen toch een probleem op. Sorry, ik reificeer voortdurend. Ja, je ontdekt dat niet, je definieert het. Precies, je definieert het op die manier. En er is een commerciële partij die bereid is om geld in jouw onderzoek te stoppen. Jij denkt, ik doe daar goed mee. Mm-hmm. Hè? Want wat is er mooier dan dat de wetenschap de samenleving helpt, mensen helpt. En je bent er ook nog eens van overtuigd dat je daarin echt goede stappen zet. Dat je daar mensen mee helpt. Ja. Zo stel ik me voor dat de gemiddelde wetenschapper zo in relatie komt, zoals jij dat ook had, met jouw softwarebedrijf. Je meent dat we daar de wereld beter mee kunnen maken. En nu zeg je toch, ja, maar ze laten zich een beetje, en dat zeg je eigenlijk ook, ze laten zich op een of andere manier dan toch in die context verleiden tot dingen waar ze zich eigenlijk niet toe zouden moeten laten. Nou, ik zou het geen ze noemen hoor, we. 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 Ik vind het goed. Ik heb die contacten niet met het bedrijfsleven, dat spijt me dus. Zou ze graag hebben. Ik ook niet. Maar, nou, het is natuurlijk altijd, waar ligt je eigen van? Ben je in zo'n situatie gedwongen? Ja, zeg ik dan. Onze regering heeft dit beleid heel erg ingezet. Dus je bent daarin gedwongen. En je weet ook op een gegeven moment niet meer beter. Hè? Ja. Het nadenken over wetenschap is bijvoorbeeld uit de universiteiten verdwenen. De filosofen, de wetenschapsfilosofen, zijn de laan uitgestuurd in de jaren 90. Voor een groot deel. Het is een wonder dat wij in Groningen dat nog gehandhaafd hebben. Dat komt door een paar voorgangers van mij. Die heeft gezorgd dat in Groningen nog zo'n clubje is. Maar in heel veel disciplines is het er helemaal niet. Ze komen niet eens op het idee dat bijvoorbeeld ADHD een specifieke inkadering is van eigenschappen van mensen. Ze denken echt oprecht dat de ADHD de oorzaak is van de problemen. Wie denken dat oprecht? Heel veel experts in zo'n vakgebied. Die weten toch wel dat het eerst eigenschappen waren die we hebben geformuleerd en dat we daar een etiket op geplakt hebben? Ze weten dat het commissies zijn die bepalen welke stoornissen in de DSM moeten komen en wat een stoornis moet heten. Maar zelfs in die commissies vind je uitspraken als, we moeten de drempel voor ADHD wel verlagen, want anders missen we een hoop patiënten. Dus ze weten het op het ene moment en op het volgende zijn ze het vergeten, omdat ze ook nooit, zelfs als student, niet de gelegenheid hebben gehad om het goed te leren doordenken. Het gaat niet over alle wetenschappers zeg. Ik heb het over een teneur, een tendens. Maar zoals je het nu beschrijft, ik had toen straks nog en in je boek ook een beetje toch de idee dat reificeren, wat je goed uitgelegd hebt, het ding maken van de stoornis, dat toch vooral eigenlijk in populairdere literatuur ontstaat, dus in tijdschriften en in de reclames, maar dat de wetenschapper zelf nog wel weet dat hij dat zo niet behoort te zeggen. Maar nu zeg je eigenlijk ook die wetenschapper gaat vanwege het feit dat hij in die context terechtkomt ook gewoon zo praten, absoluut, of als ADHD zelf de oorzaak is van die eigenschappen. Absoluut. Ja. Maar je kunt je afvragen of dat ook of het ook wel anders kan. Want kijk, het idee dat je klassificeert is al ongelooflijk oud. Al met de opkomst van de medische wetenschap halverwege de 18e eeuw of eind de 18e eeuw, zie je dat er een nosologie ontstaat waarbij ziektes logisch worden geclassificeerd. En zodra je dat doet, worden die ziektes, worden entiteiten, de zaken, dus het wordt gereificeerd. Dat is denk ik een
onoverkomelijk onderdeel van de geneeskunde. En zodra je als arts tegenover een patiënt staat, kan je niet anders dan op een gegeven moment een diagnose stellen van het is die ziekte en dit is nog wel normaal en dit is nog niet normaal. Dus het is een ja, zeg maar normaal onderdeel van het vak. Alleen de vraag van waar liggen de grenzen, wat is nog ziek en wat is niet ziek, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dat wordt steeds groter en groter, dus steeds meer dingen worden medisch. Maar het lijkt mij eerlijk gezegd dat je niet zonder die entiteiten in het dagelijkse handelen als arts je positie diagnoses kunt stellen en mensen kunt helpen. Dat kan niet anders volgens mij. Ik denk dat het wel kan. Toch wel. Ik snap het punt hoor. Dat is natuurlijk ook zo. Maar je kunt met patiënten ook spreken in termen van een klassificatiesysteem. Bij dit soort eigenschappen voegen wij de diagnose ADHD. Zoiets kun je zeggen. Mm. En een vriendin van mij die werkt in de kinder- en jeugdtherapie, jeugdhulp. En die kwam op een gegeven moment vreselijk in gewetensnood vanwege al die diagnoses ADHD die ze moest stellen, ook van de verzekeraar. Ze werd echt zowat overspannen. Ze zat aan ontslag toe. En ze heeft zichzelf bij de haren uit het moeras getrokken. En ze doet het nu als volgt. Ze krijgt een gezin binnen. Het gezin vertelt het verhaal. Zij zegt, ja, dit is een uniek verhaal. Eigenlijk past geen één van die diagnoses past echt. Maar ik moet het wel doen van de verzekeraar. Nou, dit heeft wel een praktisch doel, zegt ze dan. Maar dat betekent niet dat de ADHD jouw problemen veroorzaakt. Nou, dan heeft ze een gesprek. Ik probeer het toch nog even helder te krijgen. Want ik kan me iets voorstellen bij wat Marley zegt. Hè? Er een entiteit van maken. Ook, die dokter heeft tegenwoordig ook niet alle tijd in de spreekkamer. Dus die kan, dat kan gewoon een handigheid zijn dat hij gewoon het label noemt als een entiteit. Mm-hmm. Hè? Maar vind jij eigenlijk dat de dokter een ander vocabulaire zou moeten hanteren, dat hij op een andere manier zou moeten spreken, of de psychiater, dat hij echt zou moeten zeggen, kijk, ik constateer in jouw verhaal en in jouw gedrag een aantal eigenschappen en daar hebben wij met z'n allen in een DSM afgesproken, dan zou hij eigenlijk dat allemaal erbij moeten zeggen. Kan best. Afgesproken in de hele wereldgemeenschap, zou je kunnen zeggen, van psychiaters die daarbij betrokken zijn, dat gelabeld wordt ADHD. Zo'n verhaal zou hij dan moeten houden. In plaats van dat hij die patiënt verkeerd voorlicht eigenlijk, door die patiënt eigenlijk reificerend voor te lichten. Ja, ik probeer het te begrijpen. Ja, maar met de kanttekening dat ik mijn pijlen juist niet op die hulpverleners richt. Dat ik best snap dat in de spreekkamer moet je afstemmen op wat voor patiënt heb ik tegenover me zitten. En ik snap ook wel dat er patiënten zijn die dat ingewikkelde verhaal niet aankunnen. Dus dat je af en toe een shortcut moet maken. En als je een goede hulpverlener bent en als je toestemming hebt om een goede hulpverlener te zijn, dan mag jij inschatten wat jouw individuele patiënt voor taal nodig heeft. Dus ik wil me eigenlijk niet zozeer bemoeien met wat er in die spreekkamer gebeurt. Want ik zeg ook de hele tijd, zit nou niet op die hulpverleners te hakken. Ik wil mij bemoeien met de mogelijkheden nog voor hulpverleners om bijvoorbeeld nascholing te krijgen, niet van farmaceutische bedrijven, maar ook van anderen. Ik wil dat er aan de universiteiten meer mogelijkheid tot discussie en nadenken is. Dus ik richt mijn pijlen veel meer op een systeem en op een samenleving die we op een bepaalde manier hebben ingericht, dan op wat die hulpverlener daar in de spreekkamer met de patiënt doet. Want als het goed is, weet die hulpverlener donders goed wat voor deze specifieke patiënt goed is. Jij werkt zelf aan een faculteit psychologie. Tweedejaars studenten psychologie, die weten precies wat reificeren is? Nee hoor, ze hebben mij als docent, dus ze moeten allemaal door mijn cursus wetenschapstheorie heen en dan wrijf ik het in. Na 2 jaar zijn ze het weer vergeten en dan krijg ik ze terug voor een thesegroepje en dan oefenen we weer opnieuw. Maar ook die studenten, ja, die moeten bijvoorbeeld de DSM uit hun hoofd leren alsof daar stoornissen in staan die door de natuur gedicteerd zijn. En die leren niet dat een DSM tot stand komt in een soort vergadermethode, zoals jij dat in je boek zegt. Dat er ook stoornissen verdwijnen in de loop van de tijd. Dat er ook stoornissen bijkomen. Dat is op zich begrijpelijk. Ja. Er zijn andere eigenschappen die we lastig vinden en waarvan we zeggen, dat is eigenlijk misschien wel ziekelijk. Dat is allemaal begrijpelijk, hè? Ik merkte in jouw boek, en dat is misschien ook even in de vorm van een vraag, dat je eigenlijk ten aanzien van die DSM eigenlijk best positief bent.
wetenschapstheoretisch gezien. Je zegt het is eigenlijk beter dat stoornissen in een vergadercultuur tussen wetenschappers, en je zou er het liefst ook nog andere mensen bij betrekken, heb ik begrepen als ik je boek goed gelezen heb, dat vind je eigenlijk beter dan de indruk wekken dat die dingen in ons brein zitten, als dingen. Ja, ze zitten natuurlijk wel in ons brein, alles zit in ons brein, daar komen we waarschijnlijk niet aan. Maar... Het is onvermijdelijk dat het gebeurt. Dat moeten alle beroepsgroepen moeten definiëren. Ook wat is diabetes, wat telt als een te hoge bloedsuikerspiegel, wat telt als borstkanker. Carcinoma in situ is geschrapt van de borstkankers. Waarom? Omdat het goed te genezen valt en dat je met het woord kanker mensen ontzettend bang maakt. Dus het is altijd een kwestie van overleg. En waar ik tegen protesteer is dat de psychiatrie daarom gehoond wordt. Ha ha ha, wat een dom vak, zegt die lui. Dat zijn gewoon afspraken hoor, zie je soms in de pers. Ja, ja. Ha ha ha, ze doen net of het een wetenschap is. En dan daar zei ik ook vanuit wetenschapstheoretisch perspectief, dan zeg kun ik, je die DSM eigenlijk heel goed begrijpen, want eigenlijk gaat wetenschap zo. Wetenschap is een kwestie van afspraken. Wij maken definities over, dat doen we zelfs in ons eigen vak, Marley, in de filosofie, over bepaalde concepten, want je kunt niet voortdurend over elk woord gaan zitten steggelen. Ja. En zo is het natuurlijk ook in de psychiatrie, zo is het in de geneeskunde overal. En dat vind je wel, dat zou meer onder de aandacht moeten komen. Eigenlijk de enige weg is. Het is de enige weg, dus ga die wetenschappers er niet om honen. Je dwingt ze ook nog in de verdediging, wat nooit goed is. Dus dan heb je geen open gesprek. Even een voorbeeld van hoe het wel kan. NRC Handelsblad had een voorpagina over armoede onder kinderen in Nederland. Hoeveel dat voorkomt, het armoedepercentage. Stond keurig voorop. Als je de definitie van de Verenigde Naties gebruikt, krijg je dit percentage. Gebruik je de definitie van het Sociaal Cultureel Planbureau, krijg je dit percentage. Dus dan weet de lezer dat er aan zijn feit definities ten grondslag liggen. En dan kun je een democratischer gesprek hebben. Dan kunnen mensen op zijn minst meedenken. Dan gaan ze wetenschap ook beter snappen. Zou het, want je hebt in je boek, sorry Marley, je stelt ook, ik ben ook een beetje zo vraag aan het stellen, maar je hebt dat in je boek vaker, dat je een pleidooi houdt voor, ik noem het toch maar even democratisering van wetenschap. Jij zou er ook andere publieksgroepen bij willen betrekken. Ik citeer je even, je zegt, wie of wat als afwijkend telt, en al helemaal als onaanvaardbaar afwijkend, wordt onvermijdelijk door mensen bepaald. Ja. Dus dat is je hele punt eigenlijk, hè? Dat is het kernpunt van jouw boek. Onvermijdelijk zijn het mensen die bepalen wat als een onaanvaardbare afwijking geldt. Dus wat we vervolgens een ziekte noemen of een stoornis. Ja. En dan hoor ik jou eigenlijk in je boek zeggen, het kan niet zo zijn dat het alleen wetenschappers zijn die beslissing maken. Daar moeten meer mensen bij betrokken worden. Heb ik dat goed gelezen of is dat niet het punt? Op zijn minst vind ik dat wetenschappers er open over moeten blijven zijn de kwestie van definitie is. En het kan best zijn dat de samenleving dan dat definiëren delegeert aan een groep experts. Ik ben erg voor het behoud van experts en van het respect van experts. Maar we moeten wel tegelijkertijd weten met z'n allen dat die experts beslissingen nemen. En soms moeten we ze erop bevragen, niet constant, maar het moet wel kunnen. Want dan kom ik terug bij Marley. Wie beschermt ons? Die gewone burger die niet dagelijks bezig kan zijn met deze problematiek, is het niet ook de wetenschapper die burger enigszins beschermt, doordat hij daar gewoon, daar wordt hij ook voor betaald, daar heeft hij ook onderzoekstijd voor, en daar denkt hij langer over na. Dus je mag toch ook verwachten dat die wetenschapper, ik wil er niet gelijk de priester van maken, en ook niet met de 10 geboden, dat gaat me misschien wat ver, maar je mag van die wetenschapper verwachten dat hij het goed met ons voor heeft. Ja, zeker. Ja, dat vind ik een. En we moeten als burger. Kijk, ik ben ook een patiënt, hè? Ja. En ik ben ook een gewone burger. Ik werk wel aan de universiteit, maar elke wetenschapper is ook een patiënt en een gewoon mens. En wij betalen allemaal belastinggeld aan de wetenschap. Waarom doen we dat? Omdat wij willen dat er mensen vrijgesteld worden om financieel onafhankelijk over dingen na te denken. En die garantie zouden we eigenlijk moeten hebben. Dus het is verschrikkelijk zorgelijk dat we dat. Ja, dat we dat blijkbaar niet meer kunnen vertrouwen. Dat is een ellende. Maar tegelijkertijd werkt de samenleving dat zelf ook in de hand door die wetenschappers op zo'n hele hoge stoel te zetten. Van u spreekt namens de werkelijkheid.
ziet Twan Huis ook doen bij Nieuwsuur. Dan schuift er een wetenschapper aan. Nou, en dan is het. Dan mag hij de feiten even vertellen. Je hoort hem nooit zeggen. Wat voor definities en beslissingen liggen er ten grondslag aan de feiten? Ja, ja. Hoe hebt u dat gemeten? Waar bestond die vragenlijst dan uit? Nee, dit maakt het wel helderder. Dus jij zegt, die wetenschapper die spreekt vanuit een soort feitelijkheid, vanuit een soort werkelijkheid. Ja. Terwijl hij zou eigenlijk in alle eerlijkheid moeten zeggen, wat wij hier feitelijkheid en werkelijkheid noemen, dat hebben we ooit met elkaar een keer vastgesteld. Vanuit en deze uitgangspunten. En dat is ook in principe veranderbaar. Ik hoorde maar het betekent in feite dat je ervan uitgaat dat er een soort buiten aan de gezondheidspolitiek is. En ik zou je verhaal eigenlijk nog wel breder willen trekken, want jij zegt het is de laatste 10, 20 jaar is er verandering opgetreden. Maar als je nou het werk van Foucault leest uit de jaren 70 over disciplinering, dan zie je eigenlijk dat hele verhaal wat je over gezondheidspolitiek vertelt, zie je al helemaal langs aan je voorbij komen. Want ook Foucault zegt, van ja, wat gebeurt er? Er ontstaat een in de democratisering, in het wegdoen van autoriteiten, zie je dat er een systeem ontstaat waar we gedisciplineerd worden volgens bepaalde normen. Er ontstaat in de samenleving een hele hiërarchie van wat normaal is, wat minder normaal is en wat abnormaal is. En wat is het wonderlijke? Wij voldoen allemaal aan die hele hiërarchie van normen, want wij gaan voortdurend tegen elkaar zeggen, jij bent te dik, jij bent te dun, jij bent te kort, jij bent te lang, noem maar op. Dus daar zijn wij allemaal aan onderworpen. En het antwoord van Foucault is, van ja, eigenlijk zou je dat allemaal moeten ontmaskeren en zou je al die machtsstructuren die zorgen dat wij ons disciplineren en als normale burgers gedragen, zou je moeten ondermijnen. Hij heeft het over Molotov-cocktails in interviews. Ja. Ja. En je kunt je afvragen, want wat ook nog zo is, is dat Foucault kort daarna in colleges over de geboorte van de biopolitiek, en dat is eigenlijk die gezondheidspolitiek waar jij het over hebt, laat hij zien dat binnen het vrije marktkapitalisme het zo is dat de machtswerkingen er dan ook nog eens voor gaan zorgen dat wij allemaal een homo economicus worden. Mm-hmm. Iemand die zichzelf als een onderneming ziet. Dus in de jaren 70, 76, nee, ik geloof dat dit van 79 is, schrijft hij al van dat wij mensen worden die zelfredzaam moeten zijn en die onszelf als een onderneming zien. En hij ziet dat, hij benoemt dat ook al als een neoliberale politiek, die overigens zijn wortels al in de jaren 20 in Duitsland heeft en in de jaren 30 in Amerika. Dus dat neoliberale gedachtegoed is al heel oud en stimuleert ons om ons allemaal ten opzichte van elkaar te positioneren. Eigenlijk is er in dat gedachtegoed van Foucault geen buiten. Ook de wetenschapper is onderworpen aan dit disciplinerende vertoog. Ook de overheid, ook de patiënt, ook de farmaceutische industrie. Niemand kan daar buiten. En op het moment dat jij zegt, ja, maar die wetenschapper zou daar eigenlijk buiten moeten staan. Die zou kritisch moeten zijn. Die wetenschapsfilosoof zou dat aan moeten kaarten. Is het de vraag of dat wel werkelijk kan? Kunnen wij in de samenleving zoals die op dit moment bestaat, binnen het vrije marktkapitalisme waar wij onderdeel van zijn, kunnen wij dan eigenlijk wel buiten die leefstijlpolitiek denken? Voor een heel groot deel niet. Ik merk aan mezelf ook dat ik in die termen denk. Als ik veel te dikke mensen hun karretje in de supermarkt zie volladen met troep eten, dan denk ik, wat ben je aan het doen? Hè? Dan voel ik ook een soort afkeer. Dus je zit erin. Anderzijds, Foucault zelf was de beste demonstratie van het idee dat er ook mensen zijn die er buiten kunnen staan. Want hij deed niet anders. En er waren aan de universiteiten meer mensen die er buiten gingen staan. Daar werden ze zelfs voor ingehuurd. Alleen dat is minder geworden. In de vorige decennium heeft premier Balkenende een keer gezegd, waar zijn de intellectuelen? Waarom moeten wij politici, wij zijn de hele dag maar zo druk bezig met alles regelen en doen. We hebben te weinig tijd om afstand te nemen en na te denken. Maar daar hadden we andere mensen voor in de samenleving. Ja, mijn antwoord in gedachten was, waar zijn ze gebleven? Ze zijn wegbezuinigd. Ze mochten er gewoon niet meer zijn. En ze werden ook impopulair, hè? Studenten wilden er niet meer naartoe. Maar ja, je kunt mijn werk ook lezen als een groot pleidooi voor het behoud van op zijn minst enkelingen die er buiten blijven staan.
En die op de uitkijkposten staan en af en toe terug naar binnen roepen van jongens, ja, maar als we het zo doen, dan leidt dat tot dit. Mm-hmm. En die dus een verhouding laten zien tussen wat die onderzoekers, die wetenschappers doen, een verhouding tot de samenleving waarin we leven. Want ja, dat is wat jij heel sterk in je boek doet. Als jij het hebt over die symptoomloze prepatiënten, zoals wij onszelf eigenlijk voortdurend moeten zien, moest ik overigens heel erg aan Foucault denken, omdat Foucault zegt, wij moeten ons eigenlijk onszelf zien als potentiële misdadiger. Hè? Het was net zoiets, weet je wel. Van, je moet voortdurend die zelfcontrole. Die rustige meisjes met je. Ja, en dat je eigenlijk zegt van dat ontbreekt, als ik het nou toch eens even op ons eigen instituut gooi, dat ontbreekt misschien aan de universiteit, of is te weinig aanwezig op de universiteit, dat we ons rekenschap geven van het feit dat geneeskunde, psychiatrie, maar ook alle andere wetenschapsgebieden in een samenleving plaatsvinden die keuzes maakt. En dat staat niet los van elkaar. En dat is wat jij ook net zei, die wetenschapper maakt onderdeel uit, ik zou het bijna zeggen, van een soort neoliberaal regime waar je in zit. Hè? Zonder dat dat... De vrije markt heeft steeds meer de geneeskunde overgenomen de afgelopen 10, 20 jaar. Ja, en dat is ook heel erg wat minister Schippers bepleit. Zoveel mogelijk aan de vrije markt overlaten. Ja. En noodzakelijkerwijs zie je dan onmiddellijk dat er coalities ontstaan tussen vrije markt en medici. Dat kan niet anders. Nou, je ziet ook wel tegenbewegingen wat dit dan gaat. Ik zit nu te denken aan die beweging Science in Transition. Gestart door Frank Miedema, decaan van geneeskunde in Utrecht. En lid van de raad van bestuur van het Universiteitsziekenhuis in Utrecht. En hij houdt een groot pleidooi voor het terug invoeren van wetenschapstheorie. Op zijn minst in de masteropleidingen en voor de PhD-studenten. Want hij zegt, ja, hij ziet al die biomedische promovendi en die zitten maar door aan hun eigen kleine project. En ze moeten publiceren. Maar om zich heen kijk, in wat voor systeem werken we eigenlijk en in welke samenleving werken we eigenlijk? Ja, dat is er niet bij. Goed, ik kreeg een seintje, want ik wilde de slag maken naar u. En u erbij betrekken. U bent er natuurlijk al bij betrokken, maar dit was nog even een dialoog tussen ons en ik wil de dialoog uitbreiden. Zijn er mensen in de zaal die en ik wil vooral aan Marley, en dus niet aan mij, maar aan Marley Huijer of aan Trudy de Huur een prangende vraag hebben, of een kwestie, of een kritiekpunt, waar we het zojuist over gehad hebben, of over de voordracht die Trudy gehouden heeft. Ik kijk even wat vingers die opgestoken worden. Mag ik daar achterin beginnen? Ja, gaat uw gang, dan kom ik dan bij u. En ik zag daar ook nog een vinger. Gaat uw gang. Dank u. Ik vroeg me af of u met uw reificatie de wetenschap toch niet een beetje te kort doet in uw pleidooi. Om even op het voorbeeld terug te komen van de idiopathic short stature. Het toeval wil dat ik een dochter heb met een short stature. En voordat de conclusie wordt getrokken dat het veroorzaakt wordt door een groeihormoondeficiëntie, zijn we al anderhalf jaar bezig, is er een arts die zegt, nou, het is echt een black box. Er worden allerlei testen gedaan. Voordat ze straks überhaupt starten met groeihormoontherapie, moet het nog door een landelijke commissie worden geaccordeerd van collega-wetenschappers die zeggen, nou, dit is echt een geval van groeihormoondeficiëntie en we gaan behandelen. Dus doen we eigenlijk de medische stand niet een beetje tekort met het verhaal wat ik net heb gehoord? Ja, ik wil de hele tijd maar pleiten, ook in het boek, laten we die medische stand niet tekort doen. Laten we die medische stand niet aanvallen. Laten we ook van de patiënten niet zeggen dat ze zich aanstellen. De problemen zijn echt. Maar ik liet dat groeihormoonplaatje eventjes zien om het idee van reviseren duidelijk te maken. He? En dan gaat het nu om groeihormoon niet voor mensen met een werkelijk, waar ligt de grens tussen stoornis en niet, maar ergens voelen we het wel aan. Het adverteren, u zou het ook niet willen, als uw dochter echt een probleem heeft, zoals u vertelt, en dat neem ik aan, dan zou ik toch aannemen dat u er niet voor bent dat dat spul bij de drogist komt te liggen, zullen we maar zeggen. He? Dat als iedereen, dat ook ik dat had moeten slikken omdat ik niet zo lang ben. En dat is mijn punt. Als je zegt
dat we niet elke moedervlek voor kanker zouden moeten aanzien, dan ben je nog niet tegen kankerbehandelingen. Nee. Maar dat is toch ook precies wat er dus gebeurt, dat dus een kind met kleine lengte, daar gaan dus heel veel slagen overheen, voordat ik thuis een groeihormoonspuit in handen krijg. Dus dat is al een heel zorgvuldig proces, waarin continu ook die arts zegt van ja, wat is normaal, wat zijn de problemen later, als ze 1,50 wordt, is dat nog oké, of zou ze daar last van hebben. Ja, dus een arts is zich dan heel erg bewust van ook van die definitie van normaliteit, zeg maar. Ja, hier geeft u dus een voorbeeld van waar het wel goed gaat. Zo moet het gaan. Ja. Maar zo gaat het vaak niet. Dat is zo gaat het vaak niet, inderdaad. We leven in een haastsamenleving. Maar er zijn zeker voorbeelden van waar het goed gaat. Er is ook een boek van Annemarie Mol, De Logica van het Zorgen. Daar gebruikt zij diabeteszorg als voorbeeld. Zij zegt, ja, die diagnose en die behandeling moet niet uit de computer komen rollen. Het moet wikken en wegen met elke diabetespatiënt. Wat kunnen we in dit geval het best doen? Dat is goede zorg. En mijn pleidooi is, laten we dat vasthouden. Maar je ziet het zo teloor gaan. Ja. Ja, maar ik zou zeggen dat juist in uw voorbeeld, u aangeeft dat die arts niet reificeert. Precies. Maar zich bewust is van het feit dat het heel discutabel is wanneer je iets aanduidt als een stoornis. Ja, en of wanneer je iets aanduidt als iets wat lastig is, wat verholpen moet worden. Dus u geeft daar juist heel goed aan dat deze arts dat niet doet. Nee, dus mijn kritiekpunt is eigenlijk, meent u niet iets te veel reificeermomenten te identificeren dan dat er werkelijk zijn? Nou, ik heb het vooral over de psychiatrie. Hè? Ik gebruikte dat groeihormoonstoornis voorbeeldje eventjes, om dat reviseren moeilijk uit te leggen is. Mm-hmm. En als je zegt, we gaan dit middel ook gebruiken voor kinderen die gewoon kort zijn. En vervolgens zeg je, die kinderen lijden dus aan een tekort van ons hormoon. Dan ben je een soort omdraaiing aan het maken. Dus ik wilde dat voorbeeldje alleen even geïsoleerd gebruiken. Ik had ook kunnen zeggen, ik heb wel eens een ander voorbeeld. We noemen mensen die veel schreeuwen noemen we schreeuwlelijken. Nou, zeg je nou dat schreeuwlelijk zijn de oorzaak is van het schreeuwen? Dat had ik ook, misschien moet ik dat de volgende keer gebruiken als voorbeeld. Helder. Er was een vraag aan deze kant. Meneer, kunt u even wachten, dan komt de microfoon heel snel naar u toe. Gaat ja, u gaan. Ik wou zeggen, ik vind... Goed in de microfoon praten. Ja, zo gaat het. Ik denk dat ik was heel getroffen door het betoog van mevrouw de Huur. Omdat inderdaad die voorbeelden, met name van ADHD en zo, die zijn zeer overtuigend. Ik bedoel, ook als je die curve ziet, dat is duidelijk dat iets aan de hand is waar u over spreekt en schrijft. Wat ik de oorzaak waar we nu over discussiëren zijn, wat eraan gedaan kan worden, daar kan ik u toch eigenlijk niet volgen. U zegt eigenlijk twee dingen. Op de eerste overheid die bezuinigt en die moedigt de mensen aan om voor zichzelf te zorgen en hun eigen gezondheid te creëren. Nou, ik denk dat de overheid er niet veel aan doet, want allerlei schrijvers, publicaties en artikelen die gaan die richting. En in dat opzicht voel ik me heel erg met u mee. Die spreekt over Foucault, die dat al heel vroeg naar voren bracht. En het tweede wat u aan de overheid verwijt, is dat ze te weinig geld aan de universiteiten besteden om goed na te denken. Nou, daar word ik helemaal niet van overtuigd. Als ik hier rondloop op de campus en ik zie het nieuwe gebouw rechten, ik ben zelf ook jurist, dus dat slaat alles. Er is zo'n wilde nog op het gebied van onderzoek en financiering voor de universiteiten. Daar kan het echt niet aan liggen. Goed, helder punt. Dus niet meer geld naar de universiteiten voor dit soort onderzoek. Nou, ik wil toch wel eventjes reageren. Ik wilde ook wel even vastknopen aan Marlies boek. Misschien is dat relevant. Ja, u hebt gelijk. We komen er nu op uit dat het vooral de overheid die is die het allemaal gedaan zou hebben. Maar wat ik heb willen betogen is, het is een bepaald soort politiek die dominant geworden is. En die politiek wordt door heel veel partijen gedragen.
en door heel veel partijen ook uitgedragen. Dus je kunt niet zeggen, het is iets van top-down, van de overheid naar beneden. Het is er overal en ik pleit dan ook voor een ander soort politiek denken in de samenleving. Ik dacht eventjes ook dat u, maar misschien wilde u dat helemaal niet, er naartoe ook wilde gaan naar het punt wat Marlie maakt in haar boek. Discipline is ook nodig. Dus die aanmoediging tot zelfdiscipline, die is ook heel zinvol. En ik vind het interessant om na te denken of het verhaal van Marlie te verenigen is met mijn verhaal. Maar misschien misbruik ik nou uw vraag ook wel een beetje om dat punt te maken. Of wilde u dat aankaarten of wilde u dat niet aankaarten? Maar als dat voor de discussie van alleen, ik denk. Toch even de microfoon gebruiken. Ja, ik denk dat het inderdaad belangrijk is om te beseffen dat het een hele ontwikkeling in de maatschappij is en niet een ontwikkeling die door minister Schippers wordt gestuurd. Ik vind minister Schippers een bijzonder slechte minister, omdat ze de kosten van de gezondheidszorg niet in toom kan houden en daar ook niks aan doet. Dat is terecht straks nog gezegd. Maar zij is niet de oorzaak van het feit dat wij meer hard moeten lopen of meer voor onszelf moeten zorgen. Daar geloof ik niet in. Er is een boek van bijvoorbeeld Pascal Bruckner uit Frankrijk die zegt, wij hebben in plaats van de religie die wij vroeger hadden, die ons vertelt wat we moesten zijn, nu moeten we allemaal gezond zijn, we moeten succesvol zijn enzovoort. En dat soort dingen leven door de hele Europese samenleving en ook in Amerika. Ja, daarom liet ik u dat boek van René Kahn zien. Die doet precies hetzelfde. Hè? Ja. Dat is eigenlijk, ja, vroeger sprak de priester en nu spreekt de dokter. Maar de moraal blijft hetzelfde. Alleen lijkt de dokter namens de werkelijkheid te spreken. En terwijl de priester namens God leek te spreken. Het verschil is niet zo groot. Nee. Toch? Ja. Het is overigens opvallend dat jij in jouw boek daar vooral ook eigenlijk de marketing en de reclame prijst. Omdat zij zo knap op het spoor komen van deze neoliberale mentaliteit die blijkbaar in ons allen huist. En je begrijpt waar ik naar doel. Hè? Je zegt op een gegeven moment over die reclamejongens, het lijkt wel alsof ze onze tijdgeest beter kunnen vatten dan de sociologen en de culturele antropologen dat kunnen, bij wijze van spreken. Ja, we leren van de reclame, want die reclame die snappen dat wij heel graag het lot in eigen hand nemen. Ja, dat wij allemaal, niet wij allemaal, want er zijn ook heel veel mensen die neoliberale politiek niet omarmen, maar die marketing. Maak inderdaad een analyse van de reclame door de tijd heen. Niet om die farmaceutische bedrijven te beschuldigen. Dat gebeurt per ongeluk ook wel een beetje. Maar omdat het een spiegel van de ziel is. Die reclames laten zien wat heel veel mensen graag willen. En in dat hoofdstuk zit dus eigenlijk helemaal geen overheid. Dan gaat het gewoon over wat die reclame mensen ontdekken. Die voelen goed aan. Wat er een lastig element aan is, is je eindigt ook in je boek met de zelfzorg van Foucault als een soort antwoord op al deze disciplinering van bovenaf. Nou, daar komen we heel dicht bij elkaar. Maar wat ik lastig vind, is dat als je aan een mens vraagt van als je voor jezelf wil zorgen, dan is een van de eerste dingen die je denkt van nou, ik wil in elk geval zorgen dat ik gezond ben. Want als je gezond bent, ja, dan heb je meer plezier, dan leef je langer, dan ben je gezelliger, dan is het leuker met andere mensen. Kortom, gezondheid helpt heel erg om een aangenaam leven te hebben. En dan kun je zeggen van ja, maar we zitten in die gezondheidspolitiek, dus het is slecht als je hard loopt en noem maar op. Ik vraag me af of je het ook om kan keren. En stel dat je werkelijk zou geloven in die zelfzorg en zou zeggen van nou, mensen moeten vanuit hun eigen normen en waarden moeten hun leven vormgeven. En waarschijnlijk zal gezondheid daar een grote rol in spelen, want dat helpt nou eenmaal om je lekker in je vel te zitten en leuke dingen te doen. Dan kan ik me voorstellen dat je van daaruit kiest om hard te lopen. Ik doe dat bijvoorbeeld, ik vind het heerlijk om hard te lopen. En dat je van daaruit ook zegt, nou, daar gebruik ik technologie voor. En ook al is het dan inderdaad een softwarebedrijf die helpt om die technologie te ontwikkelen. En die zorgt dat ik via armbandjes, et cetera, weet of ik dat op een gezonde manier doe, dat hardlopen. Dus ik denk de hele tijd ook vanuit die zelfzorggedachte. Kun je hardlopen, kun je proberen om jezelf een gezond leven aan te meten en kun je
vanuit verschillende normen jezelf of je netwerk aan mensen om je heen disciplineren. En dat er altijd het gevaar in zit dat je dan misschien een exponent bent van die leefstijlpolitiek. Ja, dat moet ik dan maar voor lief nemen. Maar ik kan niet anders denken over gezondheid dan dat ik denk van ja, maar natuurlijk mag je hardlopen. Natuurlijk mag je technologie inzetten om gezond te zijn. Ja, absoluut. Ik zou ook zeggen dat dat niet Rudy's punt is. Nee. Dat, ze heeft volledig mee. Haar punt dat het heel vaak wordt omgekeerd. Namelijk, als je ziek bent, dat je te weinig hebt hardgelopen. En dat dat een valse veronderstelling is. En dat dat ook logisch niet klopt, maar dat weten de studenten. Dus dat er een verschil is tussen een overheid die dicteert. Er is een filmpje waarin Nelly Kroes ons toespreekt. Hello to all of you, zegt ze. En dan begint ze over problemen te praten. Ineens komt haar arm boven tafel. En daar zit zo'n dingetje om waar jij het net over had. Hè? Zo'n polsbandje. Stappenteller, hartslagteller, noem maar op. En zij zegt, dit is de oplossing. En allemaal aan zo'n bandje. Kijk, en dat vind ik eng. Ik vind het heel iets anders als mensen denken. Ik ben ook helemaal niet tegen antidepressiva of tegen, zelfs niet. Ik ben niet tegen ADHD-middelen. Ik ben tegen opgelegd van bovenaf. Ik snap best dat mensen geholpen kunnen zijn door medicatie of door andere technologie. Ja, maar toch ik weet zou ik ze dan wat niet meer ruimte willen geven. Ik zou het niet willen afdwingen, het gebruik ervan. Toch weet ik niet of. Mag ik nog even? Ja, ga je gang. Toch weet ik niet of je werkelijk dat onderscheid tussen datgene wat van bovenaf komt. Als je die disciplinering, zoals Foucault beschrijft, serieus neemt, dan zie je al heel snel dat het eigenlijk nooit van bovenaf is, maar altijd ook lateraal en van onder. En dat in die disciplinering er inderdaad één norm is die van alle kanten aan ons opgelegd wordt. En op het moment dat je die zelfzorg neemt als het alternatief, dan. Ja, ik denk dan van, maar eigenlijk bestaat dat zelf niet zonder die leefstijlpolitiek. En je kan wel zeggen, van dan is het niet van bovenaf opgelegd. Maar die leefstijlpolitiek is niet alleen maar van boven opgelegd. Die is voortdurend datgene wat er tussen ons gebeurt. En als ik tegen jou zeg, van neem zo'n bandje, dat is hartstikke gezond voor je, gaan we samen hardlopen. Is het dan leefstijlpolitiek, à la Nelly Kroes, of ben ik dan met zelfzorg bezig? Dan is het geen leefstijlpolitiek à la Kroes, want zo heb ik jouw boek ook helemaal niet gelezen. Jij zegt, dit stel ik voor, dit bied ik aan, dit is mijn redenering, dat mag ik lezen. En ik kan dan denken, ga ik met haar mee of ga ik niet met haar mee? Dus mijn bezwaar is meer ik heb niet zozeer een bezwaar, ik ben aan het verklaren waarom die enorme stijging van het gebruik van de gezondheidszorg er is. En dan op het laatst zeg ik, ja, ik heb ook wel bezwaren tegen dat opgelegde van die neoliberale politiek. Dat succes is een keuze en mislukking. Dus ook daar heb ik bezwaren tegen. Dat element vind ik naar. En ik denk ook dat het tegendraads is. Want mensen moeten een kant op als ze niet zo goed lukken. Dus gaan ze weer meer beroep op de zorg doen. Daar zit eigenlijk vooral de knoop. Nou, daarnaast is er het verhaal dat mensen het recht moeten hebben om gebruik te maken van technologie als zij. Ik heb net zelf ook een iPhone gekocht. Hoe wil ik tijdenlang zeggen, ik wil zo'n ding niet. Ik loop aan de lijn van Apple. Maar ik heb nu toch besloten om zo'n ding te kopen. Omdat ik dat goed kan gebruiken. En dat is natuurlijk niet 100% een autonoom besluit. Ook al niet. Want ik koop hem natuurlijk ook omdat andere mensen hem hebben. Maar goed, dan zit je te wikken en te wegen van, wat zal ik doen? Maar stel je voor dat jij een soort politieagent was die tegen mij zegt, wat, heb jij nou niet zo'n polsbandje aan? Ja, dat doe jij niet. Nee, maar ik kan me wel goed voorstellen dat als mijn kinderen heel erg druk zijn en ik heb een netwerk om me heen waar mensen zeggen van, god, daar heb je hartstikke leuke middelen voor, of daar heb je hartstikke leuke iPhones voor, dat ook dan het aantal anti-ADHD-middelen heel erg stijgt. Dat hoeft helemaal niet van boven te komen. Dat kan ook vanuit dat netwerk komen. Het komt vanuit het netwerk, dat zul jij zonder meer. Maar jij bent toch blij als er dan toch ook nog op deze wereld artsen bestaan die zullen zeggen, ja, maar mevrouw, er zijn meerdere mogelijkheden om met dit om te gaan. En het is niet per se zo dat ik u nu die medicatie voor ga schrijven. Nee, we kunnen daarover praten. En ik vond eigenlijk het voorbeeld van helemaal het begin van mevrouw daarboven, die gaf blijk van een arts die in ieder geval het gesprek aanging met de patiënt en zich ging afvragen van, is dit nou een geval of niet? Dat moet toch blijven, Marley? Dat zou toch ideaal zijn? Ja, nee, maar ik pleit van begin af aan voor een soort bescherming tegen
tegen vormen van marketing waar je volstrekt weerloos tegen bent. Maar ook tegen een zekere mate van, en dat is dacht ik een item wat belangrijk is aan het einde in jouw boek, zeker tegen een zekere mate van standaardisering. Ja. En waar jij dan een pleidooi houdt met John Stuart Mill in de hand voor verscheidenheid. Ja. Er zijn meerdere manieren waarop we ons leven vormgeven. En dat was de levensstijlpolitiek, zeg maar, die Foucault verdedigde. Namelijk, er zijn meerdere mogelijkheden om met je leven om te gaan dan alleen die mogelijkheid die nu wel heel sterk gefavoriseerd wordt door die reclame en wellicht ook voor een deel door de wetenschap. Dat is toch een beetje dan het punt wat jij aan het eind maakt met John Stuart Mill. Ja, daarbij ook nog wel toegeven dat het ingewikkeld, dat maar niet terecht een ingewikkeld punt op de agenda zet. Ik ga naar de volgende persoon. Ja, kan daar de microfoon komen? Gaat u gaan? Ja, ik ben geen wetenschapper. En ik heb het gevoel van dat het hier vanavond heel erg over wetenschap gaat. Als het gaat over die curves die zo stijgen waar mevrouw de Huur het over heeft. Ik zit zelf in de wereld van zorg en onderwijs. En heb ik een afgelopen 10 jaar een ontwikkeling gezien waarin, laten we zeggen, jongeren vastlopen in het onderwijs. Waarin instrumenten beschikbaar zijn om hulp te krijgen. En daar hoort een diagnose bij. Daar hoort een indicatie bij. En zeker als ik die curve zag, ik herken dat dan, rond 2006 is er een ontzettende stijging geweest van instrumenten die er kwamen. Rugzakjes werden ingevoerd. De waarjong is gestegen. Dat element lijkt me ook heel erg belangrijk in die ontwikkeling van die zorgcurves eigenlijk. En daar hoor ik niet zoveel van eigenlijk. Sorry, wat hoort u dan niet zoveel? Daar hoor ik hier vanavond niet zoveel over. Het gaat erg over die marketing, zou ik maar zeggen. Terwijl ik denk, er zijn nog hele andere elementen die zorgen dat die zorgcurves zo omhoog gaan. Ja, ze zijn niet genoemd. Je kan niet een dik boek samenvatten en 20 alles noemen wat er is. Maar ik zou zeggen, u voegt ze terecht toe, want ze zijn onderdeel van het hele proces. We zijn het op die manier gaan oplossen. We zijn het dus technologisch gaan oplossen. En eigenlijk is de competentie van de leerkracht een beetje weggehaald. Hè? De leerkracht heeft gebied moeten afstaan aan het medische denken. Nou, ik bedoel eigenlijk te zeggen dat ik het idee heb dat het belangrijk was om heel duidelijk, laten we zeggen, misschien wat te overdrijven, wat je probleem is, wat die indicatie is, om op zo'n manier toegang tot hulpmiddelen te krijgen. Ik, ja. Uit mijn eigen wereld weet ik van, je moet een waarjonguitkering hebben om een bepaald soort zorg te krijgen. Dus iedereen doet ontzettend zijn best. Tenminste, niet iedereen. Sommige mensen staan daar veel kritisch tegenover. Maar heel veel mensen die doen ontzettend hun best om hun kind in een waarjongregeling te krijgen, zodat er hulp beschikbaar is. En ik heb het idee dat het een heel belangrijke ontwikkeling is geweest. Ik zie ook wel een kentering langzamerhand, dat soort instrumenten worden wat afgebroken. Maar dat is een tijd geweest waarin dat enorm aan het stijgen is geweest de afgelopen 10 jaar. Ja, dat was het eerste decennium van deze eeuw. Je kunt natuurlijk nooit die grenzen zo strak tussen decennia trekken. Maar dat was die gezondheidspolitiek van toen eigenlijk. Hè? En ik zeg dan, ja, maar mensen hebben ook problemen. En als de oplossing daar gezocht moet worden, dan gaan ze hem daar vragen. Dat is ook eigenlijk begrijpelijk, als we de boel zo inrichten. Dus dan moet je niet zeggen, jullie zijn aan het zeuren, of wordt eens een keer wat weerbaarder, of we leven nog te veel in een verzorgingsstaat. Dus daar ben ik dan tegen aan het protesteren. En dat het nu minder wordt, ja, omdat overheden, in mijn woorden, de gezondheidsfase van gezondheidspolitiek 2.0 in zijn gegaan. Dus je moet niet meer naar de hulpverlening om te genezen. Je moet voorkomen dat je ziek wordt. Ja. Ja, iemand anders? Ik ben even de vingers kwijt die opgestoken werden. Juffrouw, hier vooraan. Tweede, derde rij. Het woord bestaat toch niet meer? Juffrouw, zei je echt juffrouw? Dat vind ik wel leuk, juffrouw. Of zei je mevrouw? Ja, nee, ik zei juffrouw, maar ja, dat is een compliment. Ja, dat vind ik ook, bedankt. Ik heb een heel ander soort vraag. Ik heb me afgevraagd wat inderdaad uw missie is. Ik heb de depressie-epidemie ook gelezen. En u vertelde vanavond, mijn missie is toch wel eigenlijk om de wetenschap en die overheid aan het denken te zetten en wellicht tot ander handelen. En ik vroeg me wel af,
Is dat zo? Ik geloof gelijk dat u dat zegt, maar ik krijg ook ergens toch wel de indruk dat uw missie toch ook is om die psychiater bewuster te maken van, nou ja, dat reviseren, zeg maar. En ik merk bijvoorbeeld ook op Twitter en op, nou ja, in andere social media, dat die beroepsgroep zich ook behoorlijk aangevallen voelt door een aantal uitspraken van u. Ik behoor overigens niet tot die beroepsgroep en ben soms op Twitter ook met hen in gesprek daarover. Maar ik vroeg me echt dus even af naar uw missie van, zit er ook niet een andere kant aan naar die andere beroepsgroepen zoals psychiaters of mensen in de GGZ? Helder punt. Hè? Wat is uiteindelijk je missie? Of is er ook nog een verborgen missie? Ja, als ik dat vraag ik mezelf natuurlijk ook wel af. Hè? Dat is ook een soort gewetensvraag van wat ten opzichte van jezelf. Wat wil je nou eigenlijk? Nou, één, ik wil het fenomeen goed verklaren. Het ergert mij als er niet goed nagedacht wordt over een fenomeen. Als er maar gewoon gemakkelijk gezegd wordt, die mensen zijn zich aan het aanstellen. Of het is lekker biologisch een excuus enzovoort. Dat irriteert mij. Of dat vind ik ook leuk om er dan aan te gaan peuteren. En dan... betoog te schrijven, want dat zit niet zo. Maar ik geloof dat u eigenlijk zegt dat ik nu wel de hele tijd beweer van ik leg de schuld niet bij de hulpverleners en niet bij de dokters. En dan zegt u, maar waarom worden die dokters dan zo kwaad? Is dat het? Ik ben daar toch door gefascineerd. Ja. Ja. Ik richt mijn vragen denk ik echt niet op de hulpverleners op de werkvloer. Degenen die boos worden, dat zijn de wetenschappers, de hoogleraren die eronder zitten. Ja, en ik richt mijn pijlen wel op de wetenschap. Ik roep op tot meer verantwoordelijkheid van wetenschappers. Nou, waarom, zoals bij het depressieboek was het erger, waren sommige psychiaters echt heel kwaad op mij. Ze hebben mij jarenlang Geert Wilders genoemd, ook waar ik niet bij was. Ja, en ze waren echt heel erg boos. Maar ook wel, ze hebben altijd het gevoel van wij zijn klein en wij worden als vakgebied niet serieus genomen. En ik heb toch ook vaak het gevoel gehad dat ze gewoon geen boek kunnen lezen. Werkelijk niet. Ze lichten er een zin uit, worden dan verschrikkelijk boos, gaan daarover twitteren en is dan totaal uit context gehaald. Ja, ik denk ze hebben ook geen tijd om een boek te lezen, want ze moeten zoveel publiceren. Ja, dat is echt zo. Ja, dat denk ik echt. Het is me vaak opgevallen. Ik had het 2 weken geleden ook weer. Een hersenonderzoeker die naar mij toe komt en zegt, ik vind het een schandaal dat jij zegt dat wetenschap de werkelijkheid meer maakt dan dat hij hem ontdekt. En ik zeg dat omdat wetenschap op heel veel klassificaties en zo gebaseerd is. En die klassificaties veranderen de samenleving. Dat is een schandaal dat ik dat gezegd heb, want dat leidt tot Diederik Stapel. En dat heeft hij dan 1 zinnetje ergens midden uit dat boek gelicht. En dat ziet hij ziet dat helemaal niet in context. Ja, en als hij dan gaat twitteren, dan kan ik het ook niet helpen. Ik weet niet of ik mee ga twitteren. Ik heb nou een iPhone misschien. Maar zit er bij jou wel iets van een pedagogisch element in dat je die wetenschapper wil die psychiater wil opvoeden? En dat je tegen hem eigenlijk zegt van blijf nou niet zo hangen in die zogenaamde ontdekkingslogica, zoals jij dat in je boek noemt, maar ga nou eens beseffen dat het een kwestie van afspraken is. Hè? Dat wetenschap een conventionalisme is, om het zo te zeggen. Het is een kwestie van conventie en het is niet slecht des nature. Ja. Dat is in feite toch jouw punt wat je maakt. Laten we ons nou niet voor de gek houden. Dat zit niet in ons lijf, in welke zin dan ook. Maar het is een afspraak dat we zeggen dat het in ons lijf zit. Ik vind dat wetenschappers de dure plicht hebben om over hun eigen vak goed na te denken. Dat vind ik erg. En als ze dat weigeren te doen, dan ergert me dat ook. Ja. Maar is dat problematisch wat jou betreft, deze missie? Het enige is wel dat ik denk van, lukt het om het inderdaad meer zo tussen de oren te krijgen als mensen zich er heel erg op aangevallen voelen? Ik vraag me ook echt af van, hoe ver gaat u komen in die missie, zeg maar? Want u heeft hier mogelijk heel veel medestanders, een aantal tegenstanders vermoed ik. Maar ik ben dan ook echt benieuwd of er dan, in die spreekkamer dingen echt gaan veranderen. En
Ik hoor het heel veel, dat hulpverleners naar me toe komen, dat ze er zo ontzettend veel aan gehad hebben. Ik heb mensen die zeggen dat depressieboek hun de depressie heeft afgeholpen zelfs, terwijl het niet een zelfhulpboek is. Maar dat vind ik echt een gigantisch compliment. Dat vind ik fantastisch. Tegelijkertijd weet ik dat er mensen zijn die ik nooit zal overtuigen, maar die wil ik ook helemaal niet overtuigen. Zij zijn niet mijn belangrijkste toehoorders. Ik bedoel, als jij tegen mensen die op een rotsvaste manier, op een bepaalde manier denken, en als jij zegt, ik denk er anders over, ja, dan weet je dat zij rotsvast blijven denken zoals ze denken. Dus het boek is niet voor hun geschreven. Maar ik wil toch wel eventjes hierbij aansluiten. Er zitten toch ook duidelijke beschuldigingen aan wetenschappers in het boek. Als je schrijft over het Amerikaans-Europese netwerk, waar de onderzoekers alleen maar elkaar citeren. En ik moet even opzoeken. En dat ze hun bijeenkomsten laten betalen door Janssen Silach. En dat ze niet alleen aan wetenschap doen, maar ook aan reclame en voorlichting over medicatie. Dat lijkt me toch een keiharde beschuldiging. Ik vond het eerlijk gezegd ook de meest spannende onderdelen van het boek. Want dat zit je toch wel met rode oortjes te lezen. Dus dat mensen daar kwaad over worden, dat is, lijkt me niet. Ik bedoel, ik vind de beschuldigingen namelijk volkomen terecht. Ja, maar tegelijkertijd, ik wil niet bij die pharma-bashers gaan horen. En van, ja, ze zitten hun eigen zakken vol te stoppen. Dus ik heb die passages heel voorzichtig proberen te schrijven. Ik vond het ook echt vervelend dat ik er namen bij moest noemen. Want ja, dat kon gewoon niet, anders zou het ook in de voetnoten traceerbaar zijn. En daarbij, ik vind dat het niet moet mogen dat we het onderscheid tussen wetenschap en reclame niet meer kunnen maken. Dat vind ik ook dat laatste heel erg punt, verkeerd. Daar gaat het natuurlijk om. Hè? Ja, dat vind ik heel erg verkeerd en dat schrijf ik op. Ja, als dan degene die het doen mij uitmaken voor Geert Wilders en erger, ja, dan is dat vervelend voor mij, maar er niks aan te doen. Ja, maar dat is wel je missie. Maar dan dat dus is dan de missie toch waar naar gevraagd. Ik heb overigens over die paragrafen heb ik zelfs een paar psychiaters geraadpleegd, want ik vond ze zelf zo erg dat ik dacht, ik laat ze eruit. Maar toen dacht ik, ja, maar ik weet het nu, moet ik het dan eruit laten? Dat is ook laf. Dus nog een andere. Misschien een van die criticasters. Kom zo bij u. Ik ga even daar boven. Jij gaat uw gang. Ja, nog even over die curves, stijgende curves, die laten zien dat het toename tot het de medische vaklui vrij groot is. De componenten, de zaken die daarin in spelen, er zijn pogingen ondernomen om er een aantal te noemen. Ik denk dat er ook goede genoemd zijn. Maar kan het ook niet zijn dat een van de oorzaken is dat onze eigen vermogen tot handelen wordt ontnomen door het besef, of in ieder geval de verkondiging, dat er heel veel competentie buiten onszelf is in allerlei zaken die onszelf aangaan. Laten we zeggen, als we te maken hebben met kinderen of kleinkinderen die zich tamelijk actief gedragen. Ze zijn een last voor de buurt, ze zijn een last voor school. Dan is het ondertussen niet meer oorbaar dat je probeert dat zelf op te lossen. Want er zijn daarbuiten allerlei mensen die daar wat aan kunnen doen. Ja, waarom ga je niet naar die of die toe? En we lezen voortdurend over allerlei middelen die daarvoor zijn. Terwijl de effectiviteit van die middelen niet zo overtuigend is vaak. Zeker gemiddeld genomen, misschien in enkele gevallen wel, maar de modale effectiviteit van allerlei zaken, zeker waar het om gedragsproblematiek gaat, is niet zo overtuigend aangetoond. Kunt u tot uw punt komen? Ja. Nee, ik was eigenlijk wel lekker bezig van. ik begon mezelf eigenlijk wel te begrijpen. Nou, de vraag is, mijn vraag is of dat, als we het hebben over wetenschap, of daar niet wat meer bescheidenheid gerechtvaardigd is en duidelijk gemaakt wordt dat er onderscheid is tussen dingen uitzoeken en het idee hebben dat je weet dat je op de goede weg bent. Ja? En dat te onderscheiden van behandelcompetentie. Want die behandelcompetentie, daarvan vraag ik me af of die inmiddels zo groot is. Dat was het.
Wil jij je antwoord met ons? Is dat het zo? Ja, ik wil ook wel antwoorden. Nee, maar dat is een vraag aan jou volgens mij. Nee, ik heb een bescheiden rol hier. Ja, ik denk dat wel. Maar de samenleving moet het dan ook toestaan aan wetenschappers dat zij onzekerheid hebben. Hè? Er wordt erg veel zekerheden wordt er van wetenschappers gevraagd. Ik moet ineens denken aan een voorzitter van de commissie die de kennis over de Q-koorts moest uitzoeken, hoe het allemaal precies zat. En dat is ook weer Nieuwsuur. En die man, ik vond hem hartstikke goed. Hij zei, ja, ik kan hier geen 100% zekerheid geven. We hebben alleen maar waarschijnlijkheden met veel onzekere factoren te maken. Nou, dat pikt het van huis helemaal niet. Dan was hij geen goede wetenschapper. Hij moest gewoon met feiten komen. Dus dat is eigenlijk een spel. Ja, en vandaar dat ik ook een pleidooi houd met die DSM als voorbeeld. Snap nou toch dat die feiten op afspraken zijn gebaseerd. En snap nou toch dat de experimenten die moeten uitmaken of een pil werkt of niet. Dat niet zomaar automatisch uit de computer komt rollen. Dat heel erg ingewikkeld onderzoek is. Waar heel veel beslissingen bij komen kijken die de uitkomsten beïnvloeden. Dat moeten we met z'n allen begrijpen. En dan gaan we wetenschap waarderen voor wat het wel is en niet voor wat het niet is. Ik kan me een vinger herinneren, maar die ben ik nu kwijt. Nee? Nog iemand anders? Ja, gaat uw gang. Meneer, in het midden. U heeft vast wel een hele zware, harde stem. Kunt u vast beginnen? Hij loopt het risico niet. Nee, hij wacht op de microfoon. Goed, gaat u gang. In het verhaal komt voornamelijk naar voren als verklaring voor de toename van het aantal diagnoses. Wordt de reificatie genoemd. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel andere verklaringsmodellen zijn waarmee je ook die toename kan verklaren van het aantal diagnoses. Nou ja, de meneer noemde net al eentje, maar er zijn denk ik veel meer te noemen. En ik vraag me een beetje af in hoeverre je nou zoveel belang moet hechten aan dit ene verklaringsmodel. Want het lijkt er een beetje op in het verhaal alsof dit het meest belangrijk is. Maar daar zou ik graag wat meer van willen horen. Ik heb heel goed vermeden om het woord oorzaak te gebruiken. Ik gebruik dat woord, linchpin. Wat gebruik ik er ook weer in het Nederlands? Borgpin. Als je de borgpen eruit haalt, ga je de onderdelen zien. En het belangrijkste onderdeel is wat mij betreft, misschien hebt u ook nog andere verklaringen, zou ik interessant vinden om te horen. Het belangrijkste is dat reificatie het ook mogelijk maakt om te depolitiseren en te decontextualiseren. Dus reificatie plaatst de oorzaak van de problemen in de mensen die ze hebben of maken, zeg ik dan altijd maar. Dan heb ik met dat voorbeeld van campagne van Pfizer in Baltimore en Washington geïllustreerd en aan meer voorbeelden. En daar zit het hem in. En dan zijn we terug weer bij die meritocratische politiek en in neoliberale vorm. Mag ik eenvoudiger te zeggen dat jij eigenlijk zegt die reificatie, die zorgt ervoor dat we vergeten dat het een maatschappelijke problematiek is. En dat dus het definities zijn. Als ik terug mag naar meneer, die had het over zijn kinderen en kleinkinderen. Niet zijn eigen kinderen, kleinkinderen, maar kinderen, kleinkinderen. Mm-hmm. Die zijn heel druk. En door die reificatie zijn we bijna geneigd direct te zeggen, dat zal wel een ADHD'er zijn. Terwijl we eigenlijk met z'n allen zouden moeten zeggen, die drukke kinderen, dat is een probleem. Hoe gaan we daarmee om? Mm-hmm. Maar zonder het gelijk te medicaliseren. Je toch nog verder politiseren. Stel je voor dat er nou politieke redenen zijn waarom er meer kinderen hyperactief zijn. Of waarom we meer kinderen als hyperactief definiëren. In mijn boek laat ik zien dat het afnemen van discipline in instituties ertoe leidt dat mensen opeens zichzelf moeten disciplineren. Heel veel mensen zijn niet met zelfdiscipline opgevoed. Die krijgen dat niet mee in hun jeugd. Voor die mensen betekent het dat als ze in een omgeving leven waar heel weinig discipline is, dat ze met lege handen staan. Het is heel makkelijk om hyperactief te zijn in een klas waar het vreselijk druk is. Zodra je een klas disciplineert, dus de leeromgeving disciplineert, zie je dat alle kinderen beter gaan functioneren. Discipline en orde in de klas is volgens de PISA, de internationale onderzoek naar het onderwijsklimaat, is een van de belangrijkste redenen of mensen wel of niet aangenaam kunnen leren. Als het zo is dat de samenleving minder gedisciplineerd is,
dan krijg je meer hyperactieve mensen. En natuurlijk ga je die hyperactieve mensen dan op andere manieren proberen om tot rust te brengen. Maar klopt het dan dat er nu toch een verbinding is gemaakt tussen jouw boek, wat er straks nog stond afgebeeld? Ja, dat is de verbinding. Wat Rudy doet, namelijk jij zegt van dit is eigenlijk een contextualisering van de problematiek. Ja. Of misschien wel een politisering. Als wij allemaal direct zeggen, ah, dat is een ADHD'ertje, dan vergeten we dat we dus een situatie hebben doorgemaakt van de afgelopen 20 jaar, 30 jaar misschien, van dedisciplinering. Ja. Die uiteindelijk ervoor zorgt dat kinderen soms niet anders kunnen dan heel druk worden. Nee. Want ze hebben niet meer geleerd hoe ze zichzelf... Een helder antwoord misschien toch? Van dat precies die reificatie dan de borgpen is, ik herhaal het. Maar het punt maakt van dat die decontextualisering plaats gaat vinden. Ja. Het wordt in het individu geplaatst. Het is onderdeel van het proces. Hè? Ja. Maar misschien dat ik het niet helemaal begrijp, maar ik heb bijvoorbeeld... mensen op een poli begeleid voor autisme en ADHD, volwassenen, die eigenlijk op een 40ste of 50ste met een diagnose... Iets ADHD, harder? Ik heb op een poli gewerkt voor mensen met ADHD en autisme, die dan op een 40ste of 50ste nog een diagnose krijgen, waarbij ze jarenlang met problemen hebben gekampt en daarmee nu wel een verklaring krijgen. Ja. Maar daar hangt ook een beetje destigmatisering omheen volgens mij, dat mensen daarvoor uit durven komen en hulp gaan zoeken. En wat in mijn ogen ook een verklaring kan zijn voor een toename van diagnoses en zorgkosten. Ja. En ik vraag me een beetje af in hoeverre je dat dan linkt aan iets als reificatie. Ja, ik snap dat ontzettend goed. Ik kan me voorstellen dat het een gigantische opluchting is. Hè? Een diagnose betekent hulp, een diagnose betekent een framework voor je levensverhaal, enzovoorts. Maar, en het betekent iets van verontschuldiging ook. Maar dan is voor mij de vraag... Hoe kan het dat we in een samenleving leven waarin steeds meer mensen kennelijk een verontschuldiging nodig hebben voor hoe ze zijn? Als we meer variatie toestaan, dan hoeven niet zoveel mensen verontschuldigd te worden voor hoe ze zijn. Uw vraag was ook, hoe hangt dat samen met reificatie? Dat vind ik een hele interessante. Ik had het over reificerende geschiedenissen. Die zeggen, ADHD heeft altijd al bestaan, want er waren altijd al lastige kinderen. Nou, dat kun je ook op individueel niveau doen. Het is een soort terugredenering. Vanaf er is een bepaald moment wordt bepaalde eigenschappen gedefinieerd als stoornis. En dan zijn ze ook terug in de geschiedenis waar. Nou, dat zie je bij die individuele geschiedenissen van mensen ook gebeuren. En toen vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats, zeggen ze dan. Zie je heel veel dat mensen dat zeggen. Maar ja... Je kunt die puzzel natuurlijk ook anders leggen. De beroemdste eerste volwassen ADHD'er in Nederland, die had dus website hersenstorm.com gemaakt. Die kwam ook overal in de pers. Als nu vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. Want nu heb ik ontdekt dat ik ADHD heb en dat was altijd dat verklaart al mijn problemen. Momenteel staat er op hersenstorm.com, ADHD is flauwekul. Dus ze heeft haar geschiedenis weer herschreven. Het is nu eigenlijk die diagnose die alles fout maakt. En ze is nu erg opgelucht dat ze de diagnose kwijt is. Dus met achterafgeschiedenissen kun je veel kanten op. Terwijl ik ook erken dat ze mensen kunnen helpen die... Dames en heren, ik ga naar de laatste vraag. Juffrouw, gaat uw gang. Weer juffrouw. Dank u wel, dank u wel. Mevrouw. Het is lang geleden dat dat tegen mij gezegd is. Morgen en overmorgen is er in Rotterdam, ik wil er helemaal geen reclame voor maken, maar toevallig, een congres dat heet Sociale Pathologie. En daar moet ik heel erg aan denken, als ik uw discussie hoor. Want is het niet zo dat je juist vanuit de manier waarop je een vraagstuk in kaart brengt, bepaalt waar de vraag opgelost moet worden? Bij het individu, waarbij je in de hoek van de reificatie dreigt te komen, dat geldt denk ik voor alle ziektebeelden, niet alleen de psychiatrie. Of dat je het zoekt in de constructen en hoe wij samen samenleving inrichten en zaken noemen. Is dat misschien dat het juist een vraag is vanuit welke scope je een bepaald vraagstuk in kaart brengt, dat meer de aard van het probleem is? Ja, het congres wordt toevalligerwijs georganiseerd door een promovendus van mij, Bert van den Berg. En het heet Social Pathologies in Contemporary Culture. En een van de stellingnamen van zijn onderzoek is dat omdat onze samenleving steeds sneller wordt het steeds moeilijker voor mensen om dat bij te kunnen benen.
En dan ga je inderdaad dat eerst in jezelf zoeken. Ik doe iets fout. Maar uiteindelijk kan je daar depressief van raken. En zijn vraag is, van, zou het kunnen zijn dat depressie niet ook een soort weerstand is tegen die maatschappelijke versnelling? En dan is het inderdaad zo dat hij en naar het individu kijkt en naar de omgeving. En in zijn perspectief is het zo dat pathologie heel veel te maken heeft met ons afgestemd zijn op de omgeving. Daar zit hetgene waar het fout gaat. En ik ben het helemaal met u eens dat op welk niveau je naar een probleem kijkt, is doorslaggevend voor de diagnose die je uiteindelijk stelt. Ja, daar hoort het woord framing bij. Hè? En het is natuurlijk altijd framing, maar ik pleit er dan voor om verschillende frames naast elkaar te laten bestaan. Dus ik ben heel blij dat jullie dat congres organiseren, want dat zet een ander framework neer. Ja. Een andere manier om naar problemen te kijken die wel reëel zijn. Ja. Oké, dames en heren. Ik wilde deze avond afsluiten, maar dat doe ik eerst voordat ik Marli Huijer zeer hartelijk bedankt heb voor het deelnemen aan dit gesprek. En toch heb je toch eigenlijk nog wel een kort co-referaat gehouden in het begin. Je hebt niet helemaal uit mogen praten voor mij. Maar vooral natuurlijk Trudy de Huy, zeer hartelijk dank voor je voordracht en voor het hier aanzitten. En u publiek, zeer bedankt voor uw komst en bedankt voor uw deelname. En ik hoop dat we toch een goede avond hebben gehad met het nadenken over deze, nou, ik mag toch zeggen, interessante kwestie die ons allen bezighoudt. Merci.